Onze Heer in de hemel, uw naam heiligen wij. Wij zijn hier als raad van onze gemeente bijeen, ieder vanuit zijn of haar eigen persoonlijke levensovertuiging, om besluiten te nemen voor de inwoners van deze gemeente en hun omgeving. Wij vragen u om wijsheid en inzicht bij het uitoefenen van onze verantwoordelijkheid, zodat bij de uitoefening van de gemeentelijke overheidstaak de gerechtigheid in de gehele samenleving wordt bevorderd. Dit vragen wij u in de naam van Jezus Christus. Amen. Ik verzoek u uw plaats in te nemen. Ik heet u allen van harte welkom en ik open deze raadsvergadering van 19 december. En ik heet ook u op de tribune en luisteraars ook allemaal van harte welkom. Ik denk dat het vanavond toch wel een wat bijzondere avond is, gemeenteraadsvergadering. Want wij zullen aan het eind van deze vergadering afscheid nemen van een van onze raadsleden. En dat is de heer Walraven. Maar vanavond is hij nog gewoon raadslid. En dat blijft hij ook nog totdat de volgende raadsvergadering zijn opvolger zal worden geïnstalleerd. Zo dat u dat maar even weet. Ik meld af mevrouw Abink en de heer Engels. En waarschijnlijk zal mevrouw Bulakker wat later komen. En ik ga naar het volgende agendapunt, dat is vaststelling van de agenda. Als eerste stel ik u voor om agendapunt 7, bestemmingsplan buitengebied, partiële herziening, Nieuwe Daler, Veensweg 22 tot 24, van de agenda af te halen, omdat een zienswijze niet is meegenomen bij de beoordeling van dit stuk. En uiteraard wordt gekeken hoe dat kan. Ambtelijk wordt het natuurlijk nagegaan hoe het heeft kunnen gebeuren, maar ik stel u voor om dit agendapunt ervan af te halen. Ik kijk de raad rond en ik denk dat wij conform kunnen besluiten. Dan ga ik naar de verdere agendavaststelling. En ik kijk naar de heer Reusken. Soms weet ik dingen en de heer Reusken heeft aangegeven een motie vreemd in te willen dienen over het onderwerp cofinanciering, realisatie, faunapassage, Oude Hoevenweg in de Pollen. En ik verzoek de heer Reusken om het dictum voor te lezen, zodat u weet waar het straks over gaat en u ook kunt aangeven of u het ermee eens bent dat dit toegevoegd wordt, dit onderwerp, aan de agenda. En ik verzoek de heer Reusken, geef ik het woord over het dictum. Ja, nu. Dank u wel, voorzitter. Het betreft inderdaad een motie vreemd, cofinanciering, realisatie, faunapassage aan de Oude Hoevenweg in het Pollen. Met als dictum verzoek het college om het gereserveerde bedrag van 15.000 euro, opgenomen in de begroting 2017, de reserve van het platteland, direct beschikbaar te stellen als cofinanciering voor de realisatie van de faunapassage. Dank u wel. Dan kijk ik de raad rond of u ermee akkoord kunt gaan dat we dit agendapunt toevoegen als 17a. Niet helemaal aan het eind van de vergadering, maar wel aan het einde van de discussiestukken, bespreekstukken, laat ik het zo maar zeggen. Ja, ik zie dat iedereen dat wil. Dan wordt dit punt als 17a toegevoegd. Dan kijk ik of wij de agenda kunnen vaststellen. En ik zie dat de heer Kerkdijk het woord wil voeren. Meneer Kerkdijk, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Wij zouden voor willen stellen de akkoordagenda aan te passen, waarbij punt, ik dacht dat het nummer 14 is. Die zouden we graag toegevoegd willen zien aan de bespreekstukken. Agenda 14 van de akkoordagenda toevoegen aan de bespreekagenda. Ik kijk opnieuw weer de raad rond. Gaat u daarmee akkoord
Dan wordt deze na de motie vreemd aan de orde, wordt die toegevoegd als bespreekpunt op de bespreekagenda. Conform. Dan stel ik voor dat deze gewijzigde agenda, zoals we dat net hebben vastgesteld, dat we die zo vaststellen als niemand meer het woord wil. Ik kijk nog even rond of iemand over deze agenda het woord wil. Wil iemand over deze agenda stemmen? Dat zou ik nog kunnen. Niet. Dan is de agenda conform vastgesteld. Dan ga ik naar het vragenhalfuurtje. En ik kijk rond of iemand gebruik wil maken van het vragenhalfuurtje. De heer Reusken, aan u het woord. U wil gebruik maken van het vragenhalfuurtje. En u wilt vragen stellen naar aanleiding van het onderzoek van Kassa over verlenen van sociale kredieten door de kredietbank. Aan u het woord om de vragen te stellen. Dank u wel, voorzitter. Afgelopen zaterdag is er een onderzoek gepresenteerd inderdaad bij het programma Kassa van de VARA BNN. Waarbij gekeken is naar de verlening van sociale kredieten door de kredietbank. En daarbij gaat het om het verlenen van kredieten aan mensen die dat niet kunnen bij de bank waar u en ik leningen kunnen krijgen. En uit dat onderzoek kwam naar voren dat daarbij door gemeentes rentetarieven kunnen worden gehanteerd tot maximaal 14%. En als je dan kijkt waar gemeenten op uitkomen, want gemeenten kunnen zelf aan die knoppen draaien, dan doet de ene gemeente dat voor 2% en andere gemeenten voor 14%. Zoals bijvoorbeeld de gemeente Hardenberg dat doet. De gemeente Twenterand zit bij een kredietverlening voor mensen met een minimum die dat willen doen op 10-12%. Voorzitter, ik heb daar de volgende vragen over. Kent het college het onderzoek van Kassa over de sociale kredieten en de rentes die hierover worden geheven? Klopt het dat de gemeente Twenterand hier een rentetarief rekent tussen de 10-12%? Waarom deze hoogte? Om hoeveel sociale leningen gaat het eigenlijk in de gemeente Twenterand? En is er een beleid met betrekking tot het vaststellen van dat rentetarief? En wat is vervolgens de relatie tot de schuldhulpverlening? En tot slot, voorzitter, is het college bereid om met de raad hierover in debat te gaan en om na te gaan of het mogelijk is om het rentetarief naar beneden bij te stellen, zodat dat bij kan dragen aan een lagere schuldenlast van mensen met een minimuminkomen. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan wethouder Binnenmars, die namens het college zal reageren. Aan u het woord, wethouder Binnenmars. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ga de vragen maar chronologisch beantwoorden. Kennen we dat onderzoek? Ja. Want we hebben zelf als gemeente meegedaan en we hebben ook die enquête hebben we mee ingevuld. Dus we hebben eraan meegewerkt. De gemeente, kloppen de tarieven tussen de 10-12%? Nee, dat klopt niet. Want wij hanteren rentes vanaf 6,5% tot ruim inderdaad 10%. Dus we beginnen bij 6,5, al naar gelang de hoogte van de lening, is die rente dus variabel. Waarom deze hoogte? Nou, we hebben met een aantal, zoals u weet, we zijn met een aantal gemeenten, nemen we deel in de Stadsbank Oost-Nederland. We hebben daar naar gekeken naar de rentetarieven die de bank inderdaad, waar u al aan refereerde, hanteren. En we hebben gemeend om deze tarieven op deze manier vast te stellen. Dat doen we met elkaar als AB en DB van de Stadsbank, waar de gemeenten ook in het algemene dagelijks bestuur participeren. Twenterand zit, zoals u weet, in het dagelijks bestuur van die Stadsbank Oost-Nederland. En die rente die is op deze manier samengesteld en ook vastgesteld dat op een gegeven moment de lagere bedragen die je leent, daar geldt een hogere rente voor. Het principe daarbij is dat op het moment dat je met hele lage bedragen, hele lage rentes gaat hanteren, dan is de verleiding heel groot om meer leningen aan te gaan, omdat je die leningen dan in principe ook wel zou kunnen aflossen. Dus die verleiding en ook andere spelers op de markt, ik denk bijvoorbeeld aan flitsrenteaanbiedingen, die dan concurrerend zouden kunnen zijn, die mensen nog verder in de problemen brengen. Vandaar dat naarmate de schulden wat hoger worden, ook de rente die wij hanteren daalt. Even voor de goede orde, de Stadsbank Oost-Nederland is dus een stadsbank en is niet een reguliere bank, maakt dus geen winst op deze rentepercentages. Om hoeveel leningen gaat het? In 2016 zijn er 50
nieuwe sociale leningen verstrekt en in 2017 tot 1 december jongsleven, dat is de pijldatum, 28 nieuwe sociale leningen in onze gemeente. Het beleid, die hoort van het rentetarief, daar heb ik al even iets over gezegd bij antwoord 2. En het verstrekken van die sociale leningen is een onderdeel van ons schuldendienstverlening en ons minimabeleid, zoals u weet. Willen wij daar met u over in debat? Natuurlijk zijn wij altijd bereid om een discussie op te pakken. Maar de mogelijkheid om die rentetarieven aan te passen is een onderdeel van de bedrijfsvoering, zoals we dat nu met elkaar hebben vastgesteld. En is een uitvoeringsbevoegdheid op dit moment van het college in samenspraak met het algemene dagelijks bestuur van de Stadsbank. Wij staan op dit moment voor het nu gevoerde beleid. Maar zijn wij bereid om een gesprek aan te gaan? Ja, natuurlijk. Dank u, voorzitter. Dank u wel. Conform het reglement van orde krijgt eerst de heer Reusken het woord om aanvullende vragen te stellen indien hij dat wenst. En dan kunnen de overige leden van de raad aanvullende vragen stellen aan het college. Voordat ik verder ga wil ik in elk geval de heer Walraven dank zeggen voor de traktatie die rondgaat. En het voordeel van de traktatie is dat nu iedereen met een mond vol zit. Dat is altijd lastig. Als voorzitter is het makkelijk, kan ik net iemand de beurt geven die zijn mond vol heeft. Maar de heer Reusken, u wist dat u aanvullende vragen kunt stellen. Dus aan u het woord als eerste en dan de rest van de raad indien gewenst. Meneer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. En dank aan de wethouder voor het beantwoorden van de vragen. Voorzitter, ik heb steeds begrepen dat de mensen die een beroep doen op de kredietbank, dat die niet zo snel kunnen lenen bij andere financiers. Omdat het juist mensen zijn die in een zeer moeilijke situatie zitten. Dus ik denk ook niet dat ze voor flitsleningen of zeer aantrekkelijke leningen in aanmerking kunnen komen. Ik heb ook begrepen uit onderzoek, maar daar zou ik dan graag op een ander moment, op een andere plek eens een keer met de wethouder naar willen kijken, dat wel degelijk het college in staat is om aan knoppen te draaien op gemeentelijk niveau. Dat zegt de heer Florijn, voorzitter van de gemeenschappelijke kredietbanken, zegt dat ook. Want waarom kan de ene bank wel 2,5% rentetarieven afspreken en waarom zit een andere, volgens het onderzoek, daar refereer ik maar even aan, een andere gemeente op 14%. En volgens mij moet je niet willen dat mensen die in schuldhulpverlening zitten en kredieten, noodzakelijke kredieten af moeten sluiten, dergelijke hoge tarieven te rekenen. Te meer dat als je gaat kijken naar schuldsanering en naar schulden, is vaak de overheid de grootste schuldenaar. En zou juist een bijdrage moeten leveren om zo snel mogelijk die schulden af te moeten lossen. Want we weten ook dat schulden levert stress op, levert problemen bij mensen op en stelt mensen niet in staat om op een goede manier mee te doen in de samenleving. Dus vandaar, voorzitter, tot zover mijn reactie. Dank u wel. Ja, reactie. U stelt vragen. Dus welke vraag heeft u concreet aan het college gesteld? Want daar gaat het om. En als het geen vragen zijn, dan hoeft het college ook niet te reageren. Welke vraag heeft u exact aan het college gesteld? De exacte vraag is, de wethouder geeft aan dat het een collegebevoegdheid is. Akkoord. Tegelijkertijd geeft hij ook aan dat het hoort tot het beleid van, van de bedrijfsvoering. Tegelijkertijd begrijp ik uit onderzoeken dat ook een gemeente aan de knoppen kan draaien en 2,5% kan heffen. Dus mijn oproep is, ga daarmee aan de slag. En wilt u dat? Nee, dat is geen vraag. Uw vraag is of het college aan knoppen kan draaien. Mag ik uw vraag zo vertalen? Want die vraag mag u zo vertalen, voorzitter. Ik heb die vraag zo voor u vertaald. Dan kijk ik de rest van de raadsleden langs of iemand het woord wil voeren. De heer Wessels, aan u het woord. Is er nog meer iemand? De heer Dekker en de heer Van der Kozijnen. Eerst de heer Wessel. Ja, u mag daar. Hè? Het is geen interruptie. Dus ja, laten we even het zo doen zoals het aan u om aanvullende vragen te stellen. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, toch even naar aanleiding van het antwoord wat de wethouder gaf. En dat is dat hij zegt bij een lage lening is een laag tarief van maximaal 6,5% en bij hogere lening is het 10%. Net andersom. Het is net andersom. Bij een lage lening is het hoger rentepercentage en bij een grote lening is het lager percentage. Net andersom wat u zegt. Dan heb ik niet goed geluisterd. Mijn verontschuldiging daarvoor. Ja. En dan is mijn vraag ook niet relevant. Oké, okay, dank u wel. Dat is een makkelijke vraag te beantwoorden door het college. Dan de heer Dekker, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Meneer Dekker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Bij ons komt de vraag op in welke mate sprake is van een risicoopslag bij deze leningen. Want er zal naar onze mening een aanzienlijk risico aan de orde zijn. En wij vragen ons dan ook af wat het netto, misschien dat de wethouder dit zo niet kan beantwoorden, maar wat dan het netto resultaat is van de rente die overblijft na aftrek van leningen die afgeboekt moeten worden. Dus, oké, dank u wel. Dan hoeft de heer Van der Kozijnen niet. U was klaar met uw vraag. En u gaf al aan, misschien kan de wethouder daar geen antwoord op geven. Dat zult u meemaken. De heer Van der Kozijnen die hoeft zijn vraag niet meer te stellen. Dus het gaat goed vanavond. Niemand meer dan wethouder Binnenmars, aan u het woord. Kan het college aan knoppen draaien? Antwoord is ja. Dat kan, dat heb ik in bijdrage ook aangegeven. Het gevoerde beleid waar ik ook aangaf, waar dit college op dit moment het beleid ondersteunt. Dan wordt u ook van op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van de Stadsbank. Dat wordt met, ik dacht, 22 gemeenten in Twente en in de Achterhoek, wordt dat in gezamenlijkheid met elkaar elke keer bekeken van hoe gaan we daar op een goede manier mee om? Hoe houden we onze dienstverlening op peil? Hoe zorgen we ervoor dat we de mensen die ervoor in aanmerking komen zo adequaat mogelijk helpen? En dus in die zin, ik denk dat de vraag daarin mee ook beantwoord is. Het risicoopslag met netto verrekeningen en de kosten die dan wel of niet overblijven. Het enige antwoord wat ik kan geven op dit moment is dat er uiteindelijk geen winst gemaakt wordt door de bank. Dat heeft ook te maken met die omgekeerde rente waar de heer Wessels over wilde spreken. Want de kosten die je moet maken voor een lager bedrag of hoger, maar goed, dat is een andere discussie. Ik stel maar voor dat ik de vraag, als ik die goed begrepen heb, heb ik hem net even nog een keer voor in eigen woorden herhaald. Dat ik die vraag schriftelijk beantwoord, voorzitter. Want ik heb die kennis op dit moment gewoon niet paraat. Dank u wel. U krijgt de toezegging van de wethouder om daar schriftelijk op terug te komen. Dan sluit ik het vragenhalf uurtje af en ga ik verder met de agenda van de raadsvergadering. En ik ben gekomen aan vaststelling van de verslagen van de raadsdebatten van 6, 7 en 13 december 2017. Er zijn geen wijzigingsvoorstellen bij binnengekomen. Ik stel voor deze verslagen ongewijzigd vast te stellen. Wenst iemand daarover stemming? Dat is niet het geval, dan is aldus unaniem besloten. Dan ga ik naar agenda punt 5, vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 7 en 14 november 2017. Er zijn geen wijzigingsvoorstellen binnengekomen. Ik stel voor de besluitenlijsten ongewijzigd vast te stellen. Wil iemand stemming? Niet het geval, is conform unaniem besloten. Ik ga naar agenda punt 6, de ingekomen stukken. Wenst iemand het woord met betrekking tot dit agendapunt? De heer Paters, aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. Het gaat over ingekomen stuk 23, binnengekomen van de gemeente Hengelo met de oproep Houd het werk in Twente. Dat heeft betrekking op de situatie bij Siemens. De procedurele afhandeling, u stelt voor ter informatie aannemen. Wij hebben het zojuist ook in het presidium erover gehad. Wij zouden voor willen stellen om dit te vervangen door ondersteunen van de oproep. Met die kanttekening dat wij het ondersteunen daar waar het betreft het behoud van de arbeidsplaatsen op de plek van Siemens. Wij willen daarbij nadrukkelijk vermelden dat wij niet wensen te treden in bedrijfseconomische motieven van het bedrijf Siemens, maar wel voor het behoud van de arbeidsplaatsen. Dank u wel. Dank u wel. Ik kijk de raad rond of wij conform het voorstel van de heer Paters dit kunnen vastleggen ook. En ook zullen communiceren daar waar nodig via de griffie naar Hengelo. Conform, dan stel ik voor dat wij ook de afhandeling van de ingekomen stukken conform de procedurevoorstellen kunnen vaststellen. Wenst iemand daarover stemming? Zo niet, dan is aldus besloten. Dan gaan wij nu naar de akkoordagenda, waarbij agenda punt 7 eraf gehaald is. En ik moet even naar mijn map gaan. Dan gaan wij naar agenda punt 8. Dat is vaststelling van het bestemmingsplan Westerhaar-Friese-Veense wijk partiële herziening hoofdweg H1551.
Wil iemand daarover een stemverklaring afgeven? Wil iemand stemming? Dan is unaniem besloten. Dan ga ik naar het bestemmingsplan Vroomshoop partiële herziening Hammerstraat 8 Noorderweg 29. Wil iemand een stemverklaring? Wil iemand stemming? Dat is ook conform besloten. Dan ga ik naar de vaststelling van de verkeersvisie Den Ham 2017-2027. Wil iemand een stemverklaring? Wil iemand stemming? Is ook unaniem hierover besloten. Dan ga ik naar het opstarten exploitatie duurzame bedrijventerrein Oosterweilanden. Wil iemand daarover een stemverklaring? Wil iemand stemming? Is ook conform besloten, unaniem. Dan ga ik naar de invoering van de blijverslening. Wil iemand hierover een stemverklaring? Wil iemand hierover stemming? Dat is ook hier conform besloten. Dan gaan we naar de tariefswijziging diverse belastingverordeningen 2018. En ik lees deze allemaal voor. Dus ook voor de mensen die meeluisteren, die ook weten waarover door de Raad wordt besloten. Dan gaat het 1 over de tarieven voor dienstverlening van de gemeente conform het gebruik van gemeente-eigendommen. 2 de tarieven voor de rioolheffing. 3 de tarieven voor de onroerende zaakbelastingen, waar u een bijgesteld voorstel voor heeft gehad. Dan stelt u vast de afvalstoffenheffing. U stelt vast de begraafrechten. U stelt vast de toeristenbelasting. U stelt vast de forensenbelasting. U stelt vast de hondenbelasting. De leesjes, de kwijtschelding, tarieven. Wat is er? U noemde begraaftarieven, maar die stellen we niet vast. Ik denk dat we het tot 1 maart moeten vaststellen. Tot 1 maart? Ja. Oh, wacht even. Even kijken. We stellen hem vast tot 1 maart of tot zolang degene... Tot zolang het duurt? Ja, totdat er een nieuwe komt. Maar voorzitter, dus dit is gewoon voor... Er staat niet in het lijstje van wat we als raad hebben gekregen. U heeft ze niet gehad? Nee. Oh, u heeft de begraafrechten niet gehad. Oh, nou is het mij helder. Dan slaan we die even over en moeten even kijken hoe we dat vormgeven. Want anders hebben we geen bedragen vastgesteld. Ja, de oude blijven geldig. Ik ga even kijken, ik zie wat knikken daar achteraan. Er wordt gebeld, mensen, aan het eind van deze vergadering hebben we wat vastgesteld. Zullen we dat afspreken? Slaan we die nu, de begraafrechten, nu even over. Maar ik kom erop terug. Dan was ik bij de hondenbelasting. Het is maar goed dat ik het even allemaal voorlees. De leesjes, de kwijtschelding, tarieven zwembaden, tarieven buitensport en tarieven binnensport. Wil iemand over deze stukken een stemverklaring afgeven? De heer Laarman wil een stemverklaring afgeven. Als enige, meneer Laarman, aan u het woord. Dank u, voorzitter. Tijdens de begrotingsvergadering heb ik in mijn laatste termijn inmiddels een stemverklaring aangegeven tegen deelnameagenda van Twente te zijn. Met als gevolg de financiële uitwerking in deze begroting, waar deze tariefswijzigingen een onderdeel van uitmaken. En wens daarom in het bijzonder ook tegen de afvalstoffenheffing, zoals die hier beschreven zijn, tegen te stemmen. Zoals die nu voorliggen. Dank u. Dank u wel. Verder nog een stemverklaring. Dan buiten, moet ik het goed zeggen, de begraafrechten. Stellen we de andere nu vast. Met daarbij de stemverklaring van de heer Laarman. Wil iemand stemming? Met daarbij de stemverklaring van de heer Laarman is het voorstel aangenomen. Dan ga ik over. Moet ik even heel goed kijken. Naar de nota lokaal gezondheidsbeleid 2018-2021. En ik moet, dan moet ik even schakelen. Wie kan ik daarover het woord geven? Staat die, oh, sorry, staat die op de, nou, mijn excuus. Die staat er op de nota lokaal gezondheidsbeleid. Excuus. Zie je, dan ben ik even
van mijn apropos, dat kan gebeuren. Wil iemand hierover een stemverklaring? Wil iemand stemming? Dan is dit ook unaniem. Deze nota lokaal gezondheidsbeleid gemeente Twenterand 2018-2021 krachtige coalities vastgesteld. Ik ga over naar de bespreekagenda en ik kom bij het bestemmingsplan buitengebied Twenterand. De heer Veurink zal zich onthouden van stemming. En ik wijs u erop dat er nog een schrijven is binnengekomen van de maatschap Brink, gedateerd op 14 december 2017. En ook een schrijven van boomkwekerij Jonker, gedateerd 18 december 2017. En ik geef als eerste, ik denk de heer Elsinga van, de heer Elsinga het woord. Dank u voorzitter en ook dank aan de medewerkers in het huis voor het beantwoorden van de vragen op vrij korte termijn de afgelopen week. Naar aanleiding van deze antwoorden en het debat van 13 dagen geleden blijven er voor gemeentebelangen Twenterand nog een aantal zaken staan die vanavond aandacht behoeven. Ten eerste is dit het mogelijk willen maken van een privé begraafplaats. Wij waren hier al kritisch over en de antwoorden op onze vragen hebben dit alleen maar versterkt. Daarom zullen wij met een amendement komen zometeen. Het is ongebruikelijk een soort afspraak die wij met elkaar hebben gemaakt hier in deze raad. Niet in te gaan op individuele gevallen. En dat gaan wij vanavond ook niet doen. Er is wel een groep individuen die qua inhoud de instemming in grote lijnen al heeft van het college. Maar de tijd is nu te kort om het te regelen of men valt toevallig in een gebied waardoor een en ander in gedrang komt. Voor deze gevallen vinden wij het zuur dat ze voor nu buiten de boord vallen. Dat gaat voor ons over de Ommerweg 74, Vossenboerweg 4 en de Tonnendijk 92. De VVD heeft hierover reeds een motie aangekondigd en wij zullen hier straks kennis van nemen. Dan is er de inwonersituatie in Den Ham aan de Russenweg. Voor het besluit over het bestemmingsplan buitengebied is er niets meer mogelijk vanavond. Maar we vinden wel dat er iets moet gebeuren. Het aangereikte voorstel dat in voorbereiding is in de gemeente Hardenberg vindt GBT interessant. Hier kondigde de ChristenUnie in het debat een soort van pardonregeling aan, welke wij mede zullen indienen. We hebben nog wel een vraag, voorzitter, naar aanleiding van de antwoorden die we hebben ontvangen. Wanneer is het college van plan om te handhaven aan de Noorderweg 106a? Daar zou ik graag nog een antwoord op willen. Voordat ik namens GBT het amendement zal inbrengen, delen wij u mee dat wij, mochten er geen gekke dingen gebeuren vanavond, voor het bestemmingsplan buitengebied zullen stemmen. We zullen echter wel op enkele onderdelen een stemverklaring afgeven. Dan nu het amendement met als titel privé begraafplaatsen, mede ingediend door de ChristenUnie, fractie Laaman en gesteund door SGP. Komt erop neer, voorzitter, het besluit is bekend, hoef niet allemaal voor te lezen, hebben we allemaal voor ons. Maar wij zijn wat betreft het bestemmingsplan het eens, zoals ik al zei, met het bestemmingsplan buitengebied. Met uitzondering van zienswijze 69 vanuit het oogpunt van de goede ruimtelijke ordening geen medewerking te verlenen aan de privé begraafplaats op het perceel. De toelichting, de deugdelijke onderbouwing ontbreekt, aangezien er geen inventarisatie heeft plaatsgevonden naar mogelijke privébegraafplaatsen in Twenterland. Bovendien wordt hier een precedent geschapen waarvan de gevolgen niet zijn te overzien. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Het amendement wordt aan mij uitgereikt en maakt onderdeel uit van de beraadslagingen. Is denk ik ook voldoende ondertekend. Ja, ik moet het wel zien te krijgen. Ondertekend er wel, het amendement. Ik wacht eventjes. Ik geef meneer Walraven het woord als tweede spreker. Dus u kunt alvast naar de microfoon lopen. Maar er wordt even. Het amendement is. Ik kijk even naar de griffier en de heer Elsinga. Het amendement wordt nog ondertekend en is ingediend. Meneer Walraven, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter.
Hoewel de VVD tijdens het debat op 6 december aangegeven heeft ook met betrekking tot de inspraakreactie schriftelijke vragen te stellen, hebben wij besloten dit niet te doen. Niet omdat wij geen vragen hebben, maar omdat wij erop vertrouwden dat onze collega's deze vragen wel zouden stellen. En er was tenslotte aangegeven dat de antwoorden met ons gedeeld zouden worden. Ik wil GBT, ChristenUnie, PvdA en fractie Laarman dan ook bedanken voor de gestelde vragen. En ja, ik heb me er dus wel wat makkelijk van afgemaakt. Onze dank ook richting de ambtenaren voor de behandeling. Onze inschatting was echter juist over de zaken waarover er vragen gesteld zouden worden, bestond grote overeenkomst. Dus dank aan het stellen van de vragen, collega's. Ik heb ook aangegeven een afspraak te maken met de ambtelijke organisatie en onze juridische afdeling om twee zaken te bespreken. Eerste punt, kunnen we in bestemmingsplannen een zogenaamde hardheidsclausule opnemen? Twee, kunnen we in heel specifieke gevallen iets doen met de lezerskosten voor bedrijven en inwoners die getupeerd worden doordat er twee gebieden in deze bestemmingsplanwijziging vrij plotseling niet mee worden genomen? Wat dit laatste betreft heeft de VVD een motie voorbereid en deze met de betrokken ambtenaren besproken en gevraagd om een advies over juridische en technische mogelijkheden. Ik ontving op donderdag 14 december een positief advies en ik wil dus graag vanavond deze motie indienen, zodat deze motie ook bestuurlijk met een positief resultaat kan worden aangenomen. Voor de hardheidsclausule in dit en toekomstige bestemmingsplannen ligt het helaas zowel juridisch als bestuurlijk wat lastiger. Een nieuwe raad moet dit dan maar oppakken. Want om dit nu nog te kunnen regelen, was praktisch voor mij onmogelijk. Ik dank de ambtenaren ook voor hun medewerking bij dit onderdeel. Ja, u merkt het wel aan mijn complimenten richting een aantal partijen en de ambtenaren dat dit voor mij een bijzondere avond is. In tweede termijn zal de VVD reageren op de ingediende moties en amendementen die alsnog wijzigingen kunnen aanbrengen in dit qua documenten wel extreem lijvig dossier. Ik heb ze niet geteld en ik moet toegeven ook niet allemaal gelezen te hebben. Maar volgens anderen bestaat dit raadsvoorstel inclusief de bijlagen uit ruim 2100 A4'tjes. Ik geef het u te doen. Dat is wel wat veel van het goede, zeker voor eenmansfracties. Maar deze handicap is voor de VVD binnenkort gelukkig voorbij. Voorzitter, ik wil graag de volgende motie indienen. En ik ga de constateringen en de overwegingen niet allemaal met u delen. Ik heb tenslotte deze motie al op 14 december aan met u gedeeld. Dus dat kan geen verrassing zijn. Verzoekt het college. En ik heb het goed geleerd, voorzitter, we dragen tegenwoordig niet meer op, maar wij verzoeken. Ondernemers, CQ inwoners van Twenterand, in de betrokken gebieden die vallen binnen de constateringen en overwegingen tot 1 juli 2018, de gelegenheid te geven een partiële herziening aan te vragen en na een positief besluit de aanvragers geen lezerskosten in rekening te brengen. Voorzitter, ik dank u wel. Dank u wel. De motie wordt aan mij overhandigd en maakt dus ook deel uit van de beraadslagingen. Voor de orde wil ik melden dat raadslid Dekker weggeroepen is omdat zijn schoonmoeder ernstig ziek is. Dus vandaar dat hij de raadsvergadering heeft verlaten en bij deze wil ik u dat meedelen. Ik ga, ja, zo is het dan toch wel weer, na zoiets ga je toch wel weer verder. Dat zijn geen makkelijke dingen. Ik vraag de ChristenUnie om als derde het woord te voeren over dit bestemmingsplan. Dank u wel, voorzitter.
Nou, laat ik vanaf deze plek de familie Dekker veel sterkte toewensen. Want het zijn inderdaad geen mooie berichten, voorzitter. Allereerst wil ik uitspreken, voorzitter, dank u wel aan de ambtelijke organisatie, maar ook aan de collega's hier, voor het stellen van schriftelijke vragen. Ook wij hebben vragen gesteld, maar u heeft ons wel als collega's geholpen met een aantal vragen die u ook stelde om een integrale goede afweging te maken. Toen wij hier de vorige keer in het debat stonden, hebben wij een aantal punten aangeraakt. En u heeft ook gehoord zojuist van de vorige insprekers, of van de vorige sprekers, GBT en VVD, dat wij reeds onze steun hebben uitgesproken aan de voorstellen die zij zojuist met ons hebben gedeeld. Voorzitter, we hebben ook een aantal andere zaken ingebracht. En de eerste manifeste inbreng ging over de spuitvrije zones. En ik moet u zeggen dat wij na nader bestudering en ook inwinnen van juridische informatie aanvankelijk met u gedebatteerd hadden met de bedoeling om spuitvrije zones dan wel geheel uit het bestemmingsplan weg te schrijven, meer dan een amendement, of dan wel een harde afspraak te willen maken in het bestemmingsplan. En ik moet u zeggen, van beide kunnen wij op voorhand niet vaststellen, het niet zo regelen dat je dat in een bestemmingsplan juridisch houdbaar maakt. Dat heeft ons daarbij gebracht om, onder dankzegging van een mail die wij kregen van een van de insprekers en middels onze griffie toegestuurd, nog eens weer te kijken naar een convenant zoals de inspreker dat ook in onze raad bracht. En alhoewel ik toen aangaf namens mijn fractie dat een convenant minder sterk is dan wanneer je het in de bestemmingsplan kunt regelen, heeft ons dat wel doen besluiten om het college middels een motie te vragen om het convenant, zoals de gemeente Tubbergen dat reeds in beleid heeft, om dat over te nemen en daar mee te werken. En voorzitter, met steun van de GBT-fractie, CDA-fractie, SGP-fractie, VVD-fractie en D66-fractie wil ik u graag deze motie, convenant lelieteelt, schrap bollenteelt, voorlezen en indienen. Voorzitter, ik heb u al gezegd, ik zal in het constateren, dat zal ik u niet volledig voorlezen. Het gaat om de gewasbescherming, gezondheidsbeperking en de gevaren die daar mogelijk aankleven. Wij overwegen dat al enige tijd de vraag actueel is of omwonenden van landbouwpercelen kans lopen op gezondheidsschade door gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen. En verzoeken het college in overleg met de telers in de gemeente Twentrand een convenant op te stellen naar voorbeeld van de gemeente Tubbergen, zoals in de bijlage bij deze motie is bijgevoegd, voorzitter, in gesprek te gaan met het college van de gemeente Hellendoorn en telers uit deze gemeente die gronden gebruiken in onze gemeente te wijzen op dit convenant, CQ te vragen dit convenant ook voor Twentrand te ondertekenen. Voorzitter, ik heb u gezegd welke partijen dat mede indienen. Ik zal hem zo dadelijk naar de griffie brengen. Voorzitter, en ik heb ook gesproken over een pardonregeling. Ik heb ook met u gesproken over een aantal zaken die ons opvielen in de aanloop, maar ook in de zienswijze. En ook dat heeft na de bestudering van de vraagstellingen geleid tot een motie. En die motie hebben we genoemd kaderstellende beleidsnotitie woningsplitsing bij inwoning. Voorzitter, ook daarvoor lees ik u de overweging en het verzoek aan het college. De gemeente Hardenberg een beleid in voorbereiding heeft met als doel duidelijkheid te creëren voor bestaande situaties. En de provincie een woningsplitsing bij inwoning niet als nieuwe woning meetelt in de prognoses met betrekking tot de woningcontingenten. Verzoekt het college een inventarisatie van dergelijke inwonersituaties uit te voeren, waarna een kaderstellende beleidsnotitie woningsplitsing bij inwoning opgesteld wordt naar voorbeeld van de gemeente Hardenberg en dit voor 1 juni 2018 voor te leggen aan de gemeenteraad. En deze is ondertekend door alle hier zittende raadsfracties. GBT, CDA, SGP, PvdA, VVD, D66 en fractie Laarman onder dankzegging van deze ondersteuning. Voorzitter, dat was onze termijn. Dank u wel. Dank u wel. Deze twee moties worden ingediend en maken ook deel uit van de beraadslagingen. Dan ga ik verder met de fractie van de SGP aan de heer Bossers het woord. Dank u wel, voorzitter. Geachte leden van de raad. Over dit bestemmingsplan zijn een aantal toch wel pijnpunten. Of pijnpunten, wat moeilijke puntjes voor ons. In de eerste plaats begin ik over de motie voor die spuitvrije zones van 50 meter.
Dat hebben wij ook nagezocht. En de heer Smelt heeft er al, is al uitgebreid op ingegaan. We hebben ook het juridisch bekeken. En wij zijn tot de conclusie gekomen dat hier de weg zal zijn dat de desbetreffende sector dit aan gaat vechten bij de Raad van State, of denk ik. Nu kunnen wij niet verder gaan dan wat hier verwoord is in, in de motie convenant leerlingteelt. En die dienen wij ook mee in. Dan wil ik nog even ingaan op een vraag. Of waar we tegenaan liepen, dat een van de zienswijzen die gaat in, die heeft een beheersersovereenkomst. En nu staat in het bestemmingsplan voor het huidige agrarisch gebruik. Die beheersersovereenkomst, dat hebben we ondertussen uitgezocht, dat staat los van het bestemmingsplan. Misschien kan daar de wethouder nog wat over zeggen. Maar wordt nu wel in dit bestemmingsplan genoemd huidig agrarisch gebruik. En ja, het is eigenlijk wel een technische vraag, maar voorheen stond er in het bestemmingsplan grasland en akkerbouw. En is agrarisch gebruik, valt akkerbouw ook onder agrarisch gebruik? Dat wil mijn fractie graag weten. Dan heb ik nog een opmerking voor die privébegraafplaats. Wij hebben dat uitgebreid afgewogen en nog eens een keer bekeken. En eigenlijk zijn we daar niet voor, omdat we toch bang zijn voor precedentwerking. De GBT die heeft een motie opgesteld tegen die privébegraafplaats, maar dat gaat ons net iets te ver. Want daar wordt ook in genoemd die spuitvrije zones. En wij zijn juist voor die spuitvrije zones, dat is ons toch een... daar ligt ons wat zwaar. Wij willen toch die bollenteelt ruimte geven in onze gemeente. En het is mij bekend dat op dit moment de gewasbestrijdingsmiddelen en die ook in de bollenteelt gebruikt worden, dat die lang zo schadelijk niet zijn, nog wel schadelijke effecten zouden kunnen hebben. Maar er loopt een onderzoek, ook van het instituut, en als die resultaten bekend zijn, ja, misschien dat we dan er wel mee zouden gaan, maar op dit moment niet, omdat we nagegaan hebben of die spuitmiddelen dus echt zo schadelijk zijn direct. En dat is zijn onze bevinding dat het niet zo is. Hier wil ik het eerst bij laten, voorzitter. Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Van der Kozijden. Ja. Ja, maar ik ga nu weer met u verder, dus aan u het woord, meneer Van der Kozijden. Dank u wel, voorzitter, collega's raad. Ook vanaf deze plek respect voor collega Dekker en zijn schoonmoeder. Hoop dat het goed gaat. D66 Twenterand heeft het raadsvoorstel gelezen over het vaststellen van het bestemmingsplan buitengebied. Wij zijn content met het voorstel in die zin dat er voor de bestaande agrarische bedrijven die ruimte wordt geboden die daarvoor nodig is. En dat voor nieuwvestiging, dat we dat zoals conform het voorstel 2013 bevroren is. Daar zijn we zeer content mee. Met betrekking tot de moties die ingediend zijn, een aantal hebben wij mede ingediend. En daar zijn wij ook vanzelfsprekend voor. Even reageren op de motie van het GBT over begraafplaatsen. Amendement hoor, even voor alle duidelijkheid. Of excuses, ja. Sorry. Ja, het lijkt me even goed om dat even scherp amendement, ja, akkoord. Ja, het wijzigt het besluit, ja. Daar stemt het VVD, of D66 Twenterand, excuses alweer, ik ben helemaal de weg kwijt. D66 Twenterand, die zal, het is trouwens geen voorschot op de verkiezingen, om even voor de goede orde, hè. D66 Twenterand zal dat amendement niet steunen. Wij zijn namelijk voor wat meer beleidsvrijheid in het begraven, vooral ook in de toekomst. Even kijken, voor de overige amendementen hebben we onze steun ingediend. Dank u wel, voorzitter. En de andere waren moties, ja. Ik probeer me wat te helpen, want meneer Bosses gaf net ook al een motie amendementen. Het is wat lastig, maar we komen er samen wel uit. De heer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter.
De heer Walraven gaf het al aan. Er is heel veel werk verzet, waarvoor dank aan het ambtelijk apparaat. Want 2100 pagina's, ook ik heb ze niet allemaal gelezen, maar dat is gigantisch veel werk verzet de afgelopen periode. Er zijn een drietal zaken die ik toch graag wil noemen voordat ik daarna op het amendement en de moties inga. Dat is het punt met betrekking tot de IV-bedrijven. Het is goed om te weten dat we daar met elkaar over gedebatteerd hebben en dat we daar ook nu heldere afspraken over hebben gemaakt in dit bestemmingsplan en dat dat niet meer mogelijk is in Twenterand. Tegelijkertijd heb ik nog wel een vraag aan de wethouder. Er zijn nog twee buitengebieden. Gebieden in het buitengebied die buiten het bestemmingsplan vallen. Ik neem aan dat we daarvoor nog steeds het aantal voorwaarden wat we met elkaar hebben afgesproken, waaraan bedrijven moeten voldoen, dat die daarvoor wel blijven gelden. Als het gaat om de spuitvrije zones, de Partij van de Arbeid heeft het abonnement, of de motie, u moet me even helpen, wethouder. Of, een motie, ik help u wel. De motie niet mede ondertekenen, omdat wij destijds zelf de motie hebben ingediend om te onderzoeken of het mogelijk was om te komen tot die spuitvrije zone. Het college heeft dat opgenomen in het bestemmingsplan. En ik neem aan dat het college dat goed onderzocht heeft of dat juridisch ook haalbaar is. Dus ik zou graag dadelijk eerst de reactie van het college daarop willen afwachten. Want ik neem aan dat ze dat zelf ook goed hebben onderzocht. En als het toch mogelijk is, dan blijft de Partij van de Arbeid voorstander van het handhaven van deze spuitvrije zone. Ten aanzien van de insprekers, het is inderdaad zo dat we niet in kunnen gaan en ook de Partij van de Arbeid niet in wil gaan op individuele gevallen. Maar als je kijkt naar de beantwoording en ook de reactie van de wethouder, en ik zou daar straks ook graag een antwoord op willen hebben, kan ik me herinneren dat hij op een gegeven moment stelde van, als wij kijken naar de antwoorden die wij hebben gegeven op de zienswijze en de beantwoording van de insprekers richting de raad, denken wij dat wij juiste afweging hebben gemaakt en dat daarmee ook de antwoorden als indieners van zienswijze in bezwaar gaan, dat gestand zal doen bij de Raad van State. Ik zou graag de wethouder willen vragen, maar volgens mij gaat het niet om het gestand kunnen doen of het stand houden bij de Raad van State, maar of u recht heeft gedaan aan die insprekers, ook nadat er daarna nog is gereageerd. En ik ben benieuwd naar een antwoord daarop. Ten aanzien van de begraafplaatsen steunt de Partij van Arbeid dat wat het GBT en andere partijen heeft ingediend. Ook met betrekking tot het overgangsrecht steunen wij de motie van de VVD. En wat betreft de ChristenUnie verwachten wij eerst de reactie van het college af. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. En dan als laatste het woord aan de heer Laarman. Aan u het woord. Ja, dank u, voorzitter. Voorzitter, tijdens de raadsdebatten hebben we 11 insprekers en een gezonde brief gehad. Deze inwoners waren nog niet helemaal of helemaal niet tevreden met de antwoorden van de totaal 107 zienswijzen die waren ingebracht. We konden hierover nog uitgebreid technische vragen stellen en daar heb ik ook gebruik van gemaakt. En we hebben daar ook keurig netjes antwoorden op gekregen. De antwoorden gaven mij meer inzicht over de problematiek die er speelde en de afwegingen die door de ambtelijke staf zijn gemaakt. Ook de wethouder gaf tijdens een raadsdebat een duidelijk en helder betoog die mij meer inzicht gaf in de materie. Met name de veegactie die na dit besluit nog komt, hierdoor zal een aantal insprekers die bezwaren hadden alsnog meegenomen kunnen worden en een positief besluit kan alsdan nog volgen. Tenminste, zo heb ik de wethouder begrepen. Voorzitter, tijdens de raadsdebatten heb ik aangegeven dat er bij de actualisatie van de bestemmingsplannen kansen liggen voor de inwoners van Twenterand, omdat ze nu zonder lezingskosten een bestemmingsplan weer op orde kunnen brengen. Voor de inwoners welke onder de Natura 2000 grens vallen, konden hier geen gebruik van maken en worden min of meer gedupeerd ten aanzien van de andere inwoners van Twenterand. En daarom heb ik ook de motie overgangsregeling lezingskosten, zoals de VVD heeft ingediend, mede ingediend. Ook de inbreng van de heer Van Drunen over zijn vermeende twee onder één kap, wat volgens kadaster een inwoonsituatie is, heeft mij te denken gegeven. De gemeente Hardenberg is bezig met een kaderstellende beleidsnotitie. En is dit ook mogelijk voor Twenterand en wat zijn de consequenties daarvan? Op deze vragen heb ik antwoord
zou ik graag antwoorden willen hebben. En daarom heb ik ook de motie kaderstelde beleidsnotitie mede ingediend, zoals de heer Smelde heeft ingediend. Ten slotte, voorzitter, wat zijn de gevolgen van het begraven op eigen terrein, zoals nu in een bestemmingsland mogelijk worden gemaakt? Schep je hiermee een precedent? Vragen wat nu de gevolgen, waar wij van nu de gevolgen nog niet van kunnen overzien. En daarom heb ik dit abonnement mede ingediend, privé begraafplaatsen. Ten slotte, voorzitter, nog één ding. De ChristenUnie kondigde ook een motie aan, convenant spuitzones. Ik ben hier niet op de hoogte gesteld ten aanzien van deze motie. Ik heb hier dus ook niet mede ingediend. En ik ben benieuwd, ik zal hem straks eens voor kennis aangeven aannemen. Dank u, voorzitter. Dank u wel. En nu moet ik wat goed maken, want ik vergeet volledig één fractie. Oei. En ik sta boven de fracties en boven de partijen en ik vergeet er één. Excuses. Ik geef het woord aan de heer Wessels van het CDA. Mijn excuses. Maar ja, dat heb je als je bij halverwege begint, hè. Moet je ook nooit doen. Fout. Maar ik kan het nog goed maken in de eerste termijn. Dat doet mij wel deugd. Want oei. Meneer Wessels, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter, voor het woord dat wij mogen voeren. En als u het met dat extra bedoelt, dat ik misschien extra tijd kan krijgen. De CDA-fractie heeft ook maar een kort inbreng. Dus mocht u dat willen geven, dan maak ik daar geen gebruik van. Toch wil ik beginnen met, ook wat andere fracties ook al delen, de dank aan de ambtenaren, college, die daar heel veel werk mee gehad hebben. Als je 2100 pagina's, het is al gezegd, als je 2100 pagina's moet lezen is heel veel, maar als je die op moet stellen en allemaal door moet worstelen, ik weet niet hoe vaak lezen, nou dan is het echt wel heel veel werk. Voorzitter, wij hebben als CDA-fractie steunen wij deze actualisatie. Willen we iets over zeggen, we hebben ook in de raadsdebatten al gezegd, van er zijn heel veel zienswijzen en waar er heel veel van gehonoreerd zijn. Percentagegewijs gezien zijn er eigenlijk weinig afgewezen en weinig niet gehonoreerd. Natuurlijk, die niet gehonoreerd zijn, dat is zuur voor de mensen en soms heel moeilijk te begrijpen. Mensen hebben vaak niet doorgehad dat ze jaren terug, in de jaren 90, al daar een wijziging van bestemming hebben gehad zonder dat ze het doorhadden. Hoe komt dat? Dat komt omdat destijds de informatievoorziening heel slecht was. De mensen moesten maar lezen in de Friese Vindse krant of welke krant ook van er is een bestemmingsplanwijziging en er is deze bestemmingsplanwijziging, deze actualisatie uitstekend gebeurd en daarvoor ook lof aan de ambtenaren en het college dat het goed gedaan is. En ik denk ook dat de meeste eigenaren hiermee goed mee afgekomen zijn. Ook wij zullen net als andere fracties ook al zeiden van wij gaan niet in op individuele zienswijzen. Dat is bijna niet mogelijk. We hebben wel contact gehad met een aantal eigenaren. Dit is een zaak tussen eigenaren en gemeente. En mocht het niet helemaal lukken, dan is daar een procedure voor. En het is ook wel heel erg technisch soms voor raadsleden om dat wat de ambtenaren er niet uit kunnen halen, dat wij die eruit halen. Voorzitter, dat hierover dan toch even inhoudelijk nog even wat dus positief is. De PvdA die zei het ook al, hier moeten we ook zien dat de beperking van de IV-bedrijven hier meer goed geregeld is. En niet met allerlei regels tegengehouden moet worden. Het is hier gewoon geregeld, het mag niet meer. Even kijken, dan wil ik nog even ingaan op de zienswijze 69, waar ook een amendement voor ligt van de SGP en andere partijen, dacht ik. De CDA-fractie is van mening van dat het begraven op privéterrein, privébegraafplaats, wel toegestaan mag worden. En de CDA-fractie is voorstander van ruimte geven voor begraven en daar moet ook soms een eigen invulling aan gegeven worden. Wij zien ook geen wettelijke begrenzingen daarin. Wettelijk gezien mag het en als het wettelijk gezien mag, waarom zullen wij dan zeggen nee, het mag niet? Waarom zullen wij boven de wet gaan staan? En dat is wat ons betreft niet noodzakelijk. Dus wij steunen het amendement van de GBT steunen wij niet. Even kijken, dan wil ik nog even ingaan op de andere moties die ingediend zijn. De motie convenant Bollenteelt, die hebben wij mede ingediend. En ik wil toch iets zeggen, de PvdA zei ervan, ja, misschien willen wij die spuitzone wel handhaven. In de raadsdebatten heb ik gezegd van, in de stukken staat in dat bestaand gebruik mag gedaan worden. Bij bestaand gebruik betekent dat mensen die nu wel buiten die spuitzone zitten, dat die nu
dat mogen blijven doen. Met een convenant is het voordeel dat met een convenant ook die mensen, ook die eigenaren, ook dat convenant tekenen en dat het een stukje veiliger is. Het is voor ons een heel belangrijk punt om dit mede in te dienen. Dan de motie woningsplitsing, Russenweg. En dat is een beetje een algemeen gebeuren, ook zoals de gemeente Hardenberg voorstaat. Die dienen wij ook mede in. Wij vinden het belangrijk dat het onderzocht wordt in hoeverre de mogelijkheden hier zijn. Dank u wel. Oh, een interruptie, mijn excuus. De heer Reusken heeft de vragen nu. Dank u wel, voorzitter. De heer Wessels nodigt mij uit om naar de interruptiemicrofoon te lopen. Omdat hij aangeeft dat met een convenant waarschijnlijk wel meer bereikt kan worden dan met het instellen van spuitvrije zones. Het is natuurlijk wel zo, ook in de raadsdebatten, die kunt u nog terugluisteren, heb ik juist ook gepleit voor en de spuitvrije zones en het afsluiten van een convenant. En ik heb ook de ChristenUnie in haar inbreng horen zeggen, de convenant geeft nog geen garantie dat vervolgens ook alle bedrijven van de kwekers en de bedrijven die dat betreffen, zich daar vervolgens ook gaan houden. Dus u heeft geen enkele harde garantie dat vervolgens een convenant meer oplevert dan het instellen van een spuitvrije zone. Meneer Wessels, aan u het woord. Op dat gebied heb ik toch heel veel vertrouwen in de ondernemers. Als een ondernemer een convenant maakt met de gemeente en die zegt van wij houden ons aan die regels, dan mag ik aannemen dat die ondernemer dat doet. Als er een regeling is, u weet zelf te hard rijden, dat doen we en dat is een verbod. Dan iedereen heeft de neiging om een verbod waar ze niet achter staan, om dat toch te overtreden. En met een convenant denk ik dat het beter gaat en dat een ondernemer daarin meedenkt. Voorzitter, nog een aanvullende vraag aan de heer Wessels. Aan u het woord, meneer Reusken. Voorzitter, ik denk dat de heer Wessels toch zou moeten weten dat juist geboden en verboden er niet voor niets zijn. Dank u wel, voorzitter. Meneer Wessels, gaat u door met uw betoog. Dank u wel. Dan even kijken, de motie van de VVD, dat gaat om tot 1 juli 2018 gelegenheid te geven voor de bestemming aan te passen. En ik heb begrepen dat het gaat om Natura 2000 gebieden. Als het Natura 2000 gebieden zijn, dan doen ze niet meer in actualisatie. Dat betekent dat dit bestemmingsplan ouder is dan 10 jaar. Het is toch zo dat wanneer een bestemmingsplan ouder is dan 10 jaar, dan worden sowieso geen leges meer gegeven. Dus volgens ons is dit een overbodige motie. Maar ik hoor graag van de wethouder, van de portefeuillehouder, hoe dat zit. Volgens mij heeft de heer Walraven een vraag aan u. Ja. Tenminste, hij gaat naar de interruptiemicrofoon, dus hij heeft een vraag aan u. Meneer Walraven, nu het woord. Ik probeer het zo lang mogelijk te rekken. meneer Wessels. Ik heb u getracht uit te leggen dat ik overleg heb gevoerd met de ambtelijke organisatie en met de juridische afdeling. Ik heb 6 december ook met de wethouder hierover een debat gevoerd. En ik heb hem nog proberen te verleiden om te zeggen dat hij een toezegging had gedaan. Dat was nog niet helemaal zo. U kunt zich dat nog herinneren. Maar in beide gevallen heb ik wat u nu noemt niet gehoord dat het overbodig zou zijn. Als dat zo is, dan schors ik dadelijk en dan ga ik even met de mede-indieners van die motie overleggen wat we ermee doen. Maar dat is voor mij nieuw. Bovendien is in mijn optiek een motie niet altijd overbodig. Want in maart 21 maart zit hier een, of 27 maart, of vrij kort daarna, want als het aan ons ligt, is dat zo voor elkaar. Zit daar een nieuw college. En ja, wat heb je dan aan een toezegging? Dat wordt allemaal lastig. Als je dan een motie hebt, is dat wat duidelijker. Oké, okay, meneer Wessels vervolgt het betoog, want u heeft geen vraag gesteld, u heeft wat uitgelegd. Nee, maar ja, daarom. Meneer Wessels en u. Voorzitter, ik zou toch graag willen reageren, want ik vraag niet om een toezegging. Ik vraag om een verheldering of dit, wat ik hier zeg, of dat wel is, ja of nee. Dus ik vraag nu om toezegging. En mocht het zo zijn dat die toezegging niet is, dan gaan wij in de verlossing deze motie overwegen. Ik zeg nog even op mijn briefje, maar volgens mij heb ik alles wat ik zeggen wilde wel gehad. Ja, voorzitter, tot hier de bijdrage in eerste termijn van de CDA-fractie. Dank u wel. Dank u wel, dank u wel. Ik kijk naar het college of er behoefte is aan schorsing. Nee, wethouder Engberts, aan u het woord.
Voorzitter, dank u wel. Ja, we staan hier opnieuw met het bestemmingsplan buitengebied. 6 december hebben we hier ook in een hele lange zitting bij stilgestaan. Er is veel over gesproken, veel inbreng geweest, veel zienswijzen alsnog ingediend. Maar toch is dat een hele verhelderende vergadering. Daarna zijn er dus ook veel vragen gesteld nog. U hebt goed geluisterd. Diverse vragen zijn binnengekomen bij het ambtelijk apparaat op tijd. We hebben ook de beantwoording getracht zo goed mogelijk te doen. En dat is ons ook binnen de tijd gelukt. Dat wil zeggen, vorige week donderdag lagen die bij u. En dat was zo omstreeks 5 uur. Na de debatten kwamen nog een aantal andere zaken binnen. Brieven, aanvullingen, mensen die aan de bel trokken. Maar daarvan is de termijn ruimschoots overschreden. Dus die hebben we nu buiten beschouwing moeten laten. Voorzitter, dan denk ik dat ik eerst de moties en de amendementen even doornemen in die zin van wat daar de zaken zijn die hier aan de orde zijn, hoe die beoordeeld zouden moeten worden, in die zin van ambtelijk, juridisch, wat daar de gevallen zijn die daarbij spelen. En natuurlijk hadden we al wat informatie kunnen ophalen uit hetgene wat er de vorige keer gezegd is. En dan begin ik even met de motie leesjeskosten van... Nee, laat ik in een goede volgorde doen. Kijken. Even kijken. De privébegraafplaatsen. Even vooral duidelijk. U begint met amendement, privébegraafplaatsen. Amendement, privébegraafplaatsen. Ja, want anders gaan we weer alles door elkaar halen. Het is een amendement, het is een wijziging van het bestemmingsplan. Aan u het woord, wethouder. Voorzitter, misschien even procedureel technisch. Als dit amendement aangenomen wordt, is dus in feite de hele bestemmingsplan buitengebied aangenomen, behalve het onderdeel wat daar staat. Dus ik denk dat de heer Bosjes daarin gelijk had. Het hele besluit wordt nog eens een keer genoemd met de ene kleine afwijking van... Dus nou, dat is misschien nog iets om, als er een schorsing komt, om daar nog iets mee te doen. Als ik hier iets over zeg, begraafplaatsenbestemming, een privébegraafplaats, ja, dat is dit geval en die betekent dat deze alleen meegenomen is bij de bestemmingsplan buitengebied, omdat die ingediend was, meegelopen is met het bestemmingsplan. Elke volgende bestemmingsplanwijziging heeft de noodzaak dat het langs de raad komt met een besluit over de bestemming. Maar daarnaast is er nog een ander besluit nodig en dat betekent van, wil iemand daarop echt een begraafplaats gaan inrichten, dan moet er nog opnieuw een aanvraag ingediend worden die gaat over, past dit op het huidige grondstuk, is het gebruik daar voldoende, is daar de bodem geschikt, zijn daar allerlei facetten, voorwaarden van rijksregelgeving en wettelijke voorschriften, zijn die voldaan, dan pas kan het college een positief besluit erover nemen en het alsnog verder wegzetten. Dan heeft meneer Elsega een vraag aan u. Meneer Elsega, aan u het woord. Voorzitter, ik heb een opmerking over het begin van de wethouder. Die zegt dat het amendement, als dit mede ingediend wordt, en hij noemt bij naam de heer Bosjes van de SGP, dat hij dan meteen eigenlijk voor de hele bestemmingsplan is, behalve de privébegraafplaatsen. Dat is wat u zegt. En zijn bezwaar is, en dat hoorde ik net ook, van het gaat om die spuitvrije zones. Maar je kunt gewoon een stemverklaring afleveren dat je met alles eens bent, met uitzondering van de spuitvrije zones. En dan kan de heer Bosjes het gewoon ondersteunen, zoals hij dat zei. Alleen dat zat hem dwars. Alleen nu ga je twee dingen door elkaar inhalen. En volgens mij, voorzitter, is dat niet de bedoeling. Oké, helder. Dank u wel, meneer Elsega. Wethouder, vervolg uw betoog of gaat u hierop in? Want het komt er even straks goed om te kijken of het conform alle eisen is. Want anders dan gaan we verkeerde besluiten nemen. Dat willen we met elkaar niet. Wethouder, vervolg uw betoog. Ja, dank u wel, voorzitter. Dan kom ik aan het amendement van aan de motie van de VVD. En dat is die over de leesjeskosten.
Dan nu de motie over de lezingskosten, ingediend door de VVD namens een aantal andere partijen. De VVD gaf aan dat hij daar de ambtenaren bevraagd heeft, overleg heeft gehad over de juridische houdbaarheid enzovoort. Er is nadrukkelijk gesteld, zo het hier staat, is dit een motie die er goed uitziet, inhoudelijk. Ten aanzien van wat hier mogelijk gemaakt zou worden bij het aannemen van de motie, is feitelijk dat we niet alleen nu SEC zomaar naar die situaties kunnen kijken die hier benoemd worden. En er staan een aantal onderdelen benoemd die ik zeg, ze passen precies op datgene wat nu in Natura 2000 de ecozones ligt. Helemaal goed. En die al overleg hebben gehad en die al stukken hebben ingediend, maar die dus nu niet mee kunnen lopen. Maar een leesjesverordening kan niemand zomaar ontwijken, ook niet door een motie. Dat betekent, er moet een nieuwe leesjesverordening over dit soort zaken opgesteld worden en aan u ter raad de besluitvorming voorgelegd worden. Alleen daar gaat u dan ook zelf over. Maar het is dus niet zo dat hiermee in feite de zaak dan geregeld is. Er moet eerst een verordening aanpassing komen, dat er dus een extra regel opgenomen wordt met dit soort zaken. En die moeten dan opnieuw in de raad hier aangeboden worden ter besluitvorming. De heer Walraven heeft de vraag en u het woord. Dank u wel, voorzitter. Wethouder, stel dat de raad komt met een leesjeswijziging. Kunt u dan de motie accorderen? De raad gaat daarover, de raad neemt hem ook aan. Maar het is altijd prettig als u als wethouder achter de motie staat en deze ook omarmt. Dan wil ik een schorsing aanvragen en dan kunnen wij mogelijk in de motie aanbrengen dat wij voor 1 juli een leesjesverordening aanpassing op tafel leggen waar de raad een beslissing over kan nemen. Ik heb dat niet besproken met de ambtenaren, niet met de jurist, maar misschien dat u mij daar antwoord op kunt geven of dat kan. Wethouder, aan u het woord. Nou, voorzitter, of het kan, dat kan ik u zo niet zeggen, maar het is noodzakelijk dat er dus een wijziging van de verordening komt die pas in feite de stappen in gang kan zetten. Dus als u dat na een schorsing nogmaals een andere motie in zou willen dienen, dat is aan u. Ja, maar ik wil... Sorry, voorzitter. Ja, ik zit ook heel diep na te denken. Anders moet er straks even goed naar gekeken worden in de schorsing. Want wat ook in tweede termijn dan een reactie zou zijn van het college. Want dan vraagt u om en u zit te worstelen met wat moet u aan het college verzoeken. Dat proef ik een beetje bij uw worsteling. Misschien kunnen we nog een vraag stellen en dan kunnen we eventueel in een schorsing daar even heel goed naar kijken. Nou ja, ik wil graag antwoorden op mijn vraag of deze motie met een aanpassing, dat wij dus aan de slag gaan met een aanpassing van de leesjesverordening voor deze specifiek genoemde gevallen. En dat is dan een tijdelijke aanpassing, dat mag u ook 1 juli weer laten vervallen als dat kan, maar dat weet ik niet of dat kan. Maar als dat mogelijk is, en daar gaat u dan maar in de schorsing met uw ambtenaren en uw juridisch adviseur die ook op de publieke tribune zit, even overleg over voeren, dat hoor ik dan graag. Want dan kunnen wij de motie aanpassen met een regeltje. Dus ik ga de hele motie niet over doen. Ik vraag, als wij die toevoeging erbij plaatsen, gaat u dan akkoord? En daar wil ik dan graag in tweede termijn uw antwoord op. Dat is denk ik helder. Wethouder, in tweede termijn komt het college daarop terug. Na schorsing, de heer Wessels heeft ook nog een aanvullende vraag erop. Meneer Wessels, aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Misschien ben ik een beetje te vroeg. Als CDA-fractie hadden we de vraag gesteld of leesjes wel noodzakelijk waren, omdat namelijk de actualisatie al ouder dan 10 jaar is. En ik weet niet of dat antwoord nog komt, maar als dat antwoord komt, dan is dit misschien wat de heer Walraven zegt overbodig. Dank u wel. Oké, dank u wel. Wethouder, vervolg uw betoog. Ja, nou dat kan wel gelijk. Ik heb de vorige keer ook hier gezegd, voor de twee gebieden geldt nu bestemmingsplan 2005, die blijft ook geldig. Alleen daarover kunnen geen leesjes gegeven worden. Maar dat betekent, er zijn geen leesjes zolang er aanvragen zijn die passen binnen de beschrijvingen, binnen de regels van het bestemmingsplan. Maar dan zijn er geen leesjes voor de waarborgvergunning, voor de omgevingsvergunning. Dus die zijn dan leesjesvrij. Wordt er een aanvraag gedaan, een partiële herziening, die
buiten de grenzen van het bestemmingsplan gaat en zegt van, nou, ik wil dus iets meer dan toegestaan is, dan wordt er een partiële herziening gedraaid, dan worden er wel leges gegeven, maar dan is het ook meteen weer een geldend bestemmingsplannetje, een partiële herziening, en dan geldt ook de wapenhofleges moeten weer betaald worden. Dus alleen iemand die binnen de kaders van de bestemming blijft, 2005, die hoeft geen leges te betalen. Oké. Ja, dank. Helder. Wethouder, vervolg uw betoog. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. De convenant lelieteelt. Ik heb daarin aangegeven, in een raadsbrief, dat wij de motie over de afstanden zouden moeten opnemen in het bestemmingsplan. Dat is bij motie gezegd in het aannemen van de plattelandsnota. Daar hebben we dus rekening mee gehouden. Daarnaast kwam er daarna de motie die iets zei over de convenanten. Die heb ik meegenomen en gezegd van nou, dient u die nu niet in. Ik ga er naar kijken. Hoe kunnen we daar op een goede manier mee omgaan? Ik heb in een brief laten schrijven dat in feite daar juridisch tegenstrijdigheden in zitten. Van afstanden die gehanteerd worden en hoe je daar dan mee om zou moeten gaan. Dus als hier de 50 meter binnen de bestemmingsplan blijft gelden, is dus een convenant wel een goed iets en je zou daarin afspraken kunnen maken. Maar die is niet bindend en die 50 meter blijft dan staan en die geeft een veel grotere beperking dan het convenant. Nou, dat is denk ik ook datgene wat ik hier nu over zou willen zeggen over het convenant lelieteelt, bollenteelt. Op zich voor de sector op zich is het een hele goede, goed initiatief om dit te doen. En als de regel van 50 meter, ja, en de juridische houdbaarheid daarvan. Ik heb ook gezegd van dat wij die 50 meter hebben opgenomen, naar aanleiding van datgene wat wij ook hebben gezocht in jurisprudentie, maar ook in andere bestemmingsplannen, hoe ze daarmee omgegaan zijn. En de 50 meter is dus niet echt hard. In die zin van dat je daar het stand zou kunnen houden wanneer het aangevochten wordt, dan verliezen we het misschien. Maar dat zien we het al en dan kunnen we alleen het artikel wat het betreft, kan er dan uit. Maar dan blijft het bestemmingsplan in zijn totaliteit blijft overeind. Voorzitter, ik had alleen nog één vraag. En dat is nee, de motie van de kaderstellende beleidsnotitie woningsplitsing bij inwoners. Woningsplitsing bij inwoners. Nou goed, voorzitter, we hebben ernaar gekeken en ook moeten constateren dat het beleid in Hardenberg nog niet is vastgesteld. Er is nader onderzoek nodig van hoe zit het nu bij ons in de gemeente, welke gevallen betreft het. Het is niet alleen buitengebied, het is ook binnen de kernen, er zitten ook heel veel inwonersituaties. De tijd zal er nader bekeken moeten worden of wij daar uitkomen. En je moet dan iets van een paraplu maken over alle bestemmingen. Dat wil zeggen over alle bestemmingsplannen die er zijn, want dat moet dan voor de hele gemeente in kern zijn totaliteit gelden. En dan heb ik nog één vraag, denk ik, van de SGP over zienswijze nummer 80. Huidig agrarisch gebruik. Huidig agrarisch gebruik is datgene wat er nu plaatsvindt, alleen er ligt nu een beheersovereenkomst op. En die geeft nog meer beperkingen van tijd van maaien, wat er wel of niet bewijd mag worden. En in feite wat er in agrarische bestemming, huidige agrarisch gebruik, wat eronder verstaan zou moeten worden, is grasland met alle beperkingen die daarbij horen. Maar geen akkerbouw. Want dat is het in de loop van al die jaren geweest. Grasland, geen akkerbouw, dat is er dus niet plaatsgevonden. Ook in de voorgaande bestemmingen niet. Meneer Bossers heeft een vraag nu. Meneer Bossers, aan u het woord. Ja, meneer Engbers, ik heb er een vraag over. Dat hier wordt in feite een algemene regel toegepast als iets dus lang niet meer gebruikt. Want dat gebruik als akkerbouw, als ik goed geïnformeerd heb, is de laatste 25 jaar niet meer gebeurd. Dus is gewoon die bestemming wordt er nu gewoon daarom afgehaald. Of is het, waarom wordt er dan dat akkerbouw nu wel afgehaald? Of was het er al af?
Wethouder, aan u het woord. Ja, dank u voorzitter. Dat was er al af in die zin van, er lag al heel lang lag daar de N van natuur op dat stuk. Net als in het veenschap, waar we dus ook niet meer omzettingen van grasland naar akkerbouw hebben. Nee, dat blijft dan grasland, de situatie zoals nu is, zoals het steeds geweest is. En daar komt dus geen wijziging meer op. Maar dat geldt dus hier voor dit stuk ook, waar sinds 1971, heb je kunnen lezen in de antwoorden, dat er al een N op ligt. En misschien niet helemaal bij de eigenaar in de wetenschap van dat die N daar lag en die beperkingen opleverde, maar dit is wel de realiteit en de situatie waar we nu mee te doen hebben. Ja, meneer Bosses, aan u het woord. Heb ik nog een verhelderende vraag. Daar ligt nu een beheersovereenkomst op en een beheersovereenkomst is vrijwillig. Die kunnen ze vrijwillig aangaan, kunnen ze vrijwillig mee stoppen. En zoals u al aangaf in uw beantwoording, bij een beheerdersovereenkomst is het gebruik nog meer beperkt dan als deze bewoner terug zou gaan naar gewoon weer, dat je die beheersovereenkomst opzegt. Maar dat mag dus wel. Wethouder, nu het woord. Ja, het betekent dus dat de beheerovereenkomst die er nu extra overheen ligt, wanneer die eraf gaat, geen beperkingen meer op zou leveren voor gebruik. Want dat is gewoon de afspraak die gemaakt is met de instantie waar het beheer van overgenomen is, om dat dus op die manier uit te voeren. Maar agrarisch gebruik blijft gewoon datgene wat er dus grasland en daar de bewerkingen van. En die mogen dus gewoon uitgevoerd worden, onbeperkt. Ja, nog een laatste vraag, meneer Bossers. Het gebruik van voor het aangaan van de beheerdersovereenkomst, dat mag dus wel. Terecht. Gaat om grasland, heb ik begrepen. Wethouder, was u klaar met uw beantwoording? Want ik heb nog één vraag die ik misschien zal oppakken vanuit de gemeenteplan Twenterand. Maar... Ja, dat mag u ook doen ten aanzien van de Noorderweg. Dat is prima dat u even oppakt en dan denk ik dat ik de vragen heb beantwoord. Dank u wel. Dank u wel. Nou, misschien die ene vraag vanuit de heer Elsiga over handhaving. We gaan hier niet in op concrete handhavingszaken, maar ik luister altijd heel goed. En vervolgens ga ik het ergens terugleggen. Dat wil ik u aangeven. Dus ik heb vorige keer bij de raadsdebatten heel goed naar u geluisterd. En dat geldt niet alleen hier in de raad, dat geldt of ik in het dorp of waar ik ook ben. Ik luister, ik kijk en vervolgens ga ik kijken of er wat mee moet gebeuren. Dus dat geef ik me aan in zijn algemeenheid. Laat ik dat maar heel duidelijk zeggen, want dat vind ik wel een verantwoordelijkheid die ik als uw burgemeester heb. Ik kijk naar het college. Ik stel voor dat we even schorsen, want er moeten wel wat dingen uitgewerkt worden. Dat doen we nu, 10 minuten. Kijk even naar het college, 10 minuten. En dan gaan we verder in tweede termijn.
Ik verzoek u allemaal weer te gaan zitten. En... Ja, dat kan. Nee, dat klopt. Mag ik eventjes een voorstel? Nee, die moet ik even straks bij. Ik verzoek u allemaal te gaan zitten. En... een tweetal dingen zal, voordat we met de tweede termijn van de raad verder gaan, wil ik toch wethouder Engberts nogmaals in eerste termijn het woord geven. Onder andere over de leges, want het is wel even goed om dat even helder voor de raad in tweede termijn te hebben, zodat ook de raad weet waar ze aan toe zijn. Wethouder Engberts, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, ten aanzien van de motie van de VVD over de lezingskosten, daar hebben we nog even naar gekeken en overlegd. Als wij dit zo mogen uitleggen, lezingskosten alleen voor de partiële herziening, dat wordt bedoeld. Dat is één. Dan is deze motie, als die aangenomen wordt, wordt die door het college uitgelegd, als dat wij daar opnieuw naar de verordening kijken en die aan u gaan voorleggen. Dus hoeft hier geen nieuwe motie voor te maken, als dat de bedoeling is. Ten aanzien van kaderstellende beleidsnotitie woningsplitsing, daar zou de aanlevertijd zou wel 1 juni kunnen zijn, maar het besluitmoment halen we echt niet. En ik denk dat de voorzitter nog iets zegt over het amendement privé begraafplaatsen. Ja, ik zal straks nog iets, misschien kan ik dat meteen wel doen. Voor de helderheid en voor de besluitvorming. Kijk, het is altijd zo dat we eerst over een amendement stemmen. En dan in of exclusief amendement, hangt er vanaf of het aangenomen wordt, over het voorstel besluit van het college. In het amendement wat voor ligt, zitten alle elementen ook van het besluit van het college erin. En dat is denk ik niet verstandig. Dus ik zou willen voorstellen om beslispunt 2 en 4 eruit te halen. Daar stemt u over als u over het besluit van het college stemt over het bestemmingsplan. En erin te laten punt 1 en punt 3. Punt 1 geeft u aan dat u zienswijze 69 niet wil honoreren. En u geeft aan bij beslispunt 3 het laatste gedeelte onder 1 en 2 vermelde bijlagen, et cetera. Dat is het amendement. En dan gaan we kijken of het wel of niet haalt. En afhankelijk daarvan besluiten we over het voorstel van het college, inclusief dan de wijziging. En vervolgens besluiten we over de moties. Dus dat even voor alle duidelijkheid, want anders dan ontneem je bepaalde leden de mogelijkheid om met een zienswijze of met een stemverklaring te komen over. Dus vandaar even die duidelijkheid bij de besluitvorming. Dat was ook wat de wethouder in eerste instantie aangaf en wat voor mij niet op dat moment niet helder was, maar zo gaan we dat, denk ik, doen. En wat mij betreft hoeft er dan niet een nieuwe amendement worden geschreven, want de tekst blijft gewoon staan zoals die staat. Ik zit ook even te kijken naar de indiener, maar die begrijpt wat ik bedoel. Ik ga in tweede termijn het woord geven aan de raad. En ik geef als eerste het woord aan de heer Elsega. U hoeft niet, de heer Walraven wil wel aan u het woord. Uiteraard, ik wil u alle mogelijkheden vanavond geven die maar mogelijk zijn, wethouder. De heer Walraven. Dat is voorbarig, voorzitter. Dat is na 21 maart, dan spreken we elkaar misschien wel, maar voor nu is dat iets te vroeg. Ik kan niet anders constateren. Dat ligt aan de kiezers. Je weet maar nooit, meneer Walraven, waar u nog een keer terechtkomt. Aan u het woord, meneer Walraven. Dank u wel, voorzitter. Ja, wel leuk, hè? Dank u wel, wethouder, voor uw mooie woorden. En ja, het had ook eerder afgemaakt kunnen worden. We hadden het debatje over de lezingskostenverordening niet hoeven te voeren achteraf. Maar goed, het heeft wel verheldering gebracht. Ik zeg u daartoe dank. En ik moet nog even noemen, dat heb ik in mijn eerste termijn vergeten. Excuses, collega's, deze motie wordt mede ingediend door GBT, ChristenUnie, PvdA, fractie Laarman. En in het kader van het voortschrijdend inzicht
ook door het SGP en ook door D66. En van de CDA weet ik het niet, maar dat horen we dan misschien in tweede termijn nog wel. Wij hoeven de motie dus niet aan te passen. De wethouder heeft hem zo overgenomen en overnemen kan niet. We gaan erover stemmen, maar gezien het aantal mede-indieners heb ik er het volste vertrouwen in dat die wordt aangenomen. Dank u wel. Dank u wel. Het is natuurlijk altijd mooi om een debat te voeren waarvan u dan denkt van nou, ik heb toch wat neer kunnen zetten. Dat is natuurlijk altijd toch wel het voordeel van een debat in de Raad. Ik kijk naar de ChristenUnie of u het woord wil, meneer Smelt. En dan vergeet ik niet het CDA, want die heb ik nu heel goed in mijn blikveld. U wilde als laatste het woord, meneer Wessels, komt helemaal goed. Meneer Smelder, u het woord. Ja, voorzitter, ik zal niet voor mijn beurt praten als het gaat om het amendement. Want u doet daar een tekstvoorstel of een suggestie voor, dus ik heb daar nog geen overleg over gehad met betrekking tot het amendement privébegraafplaatsen. Voorzitter, ik heb daar in eerste termijn niet voldoende bij stilgestaan. Althans, ik denk dat het goed is om in tweede termijn nog even aan te geven hoe wij daar werkelijk in zitten. En waarom wij het van belang vinden dat de Raad daar haar oordeel over geeft. Het gaat ons in deze zozeer om het feit dat de gemeente een tweetal stappen dient te ondernemen. De eerste vanuit het bestemmingsplan, de tweede vanuit beleid. En het komt twee keer langs. Wat we dan belangrijk vinden, en vandaar dat wij dit amendement ook mede willen indienen, voorzitter, dat er een integraal gekeken wordt, zo staat het ook in de toelichting, of er een deugdelijke onderbouwing gegeven kan worden om meer mogelijkheden in de verbreding in te gaan. Hier spitst het zich specifiek toe op de zienswijze die is ingediend, wat we overigens kunnen begrijpen. Maar ik denk dat het voor de inwoners van Twenteland fair is, ook als portefeuillehouder, om als u kijkt naar begraafplaatsenbeleid in het algemeen, en misschien kunt u daar straks in uw termijn ook wat van zeggen wat u daarmee wenst te doen, want u bent daarmee in voorbereiding, alhoewel wel voor de algemene begraafplaatsen, maar u zou daar in bijlage iets van kunnen noemen, dat u kijkt hoe gaan wij met privé begraafplaatsen in het algemeen binnen Twenteland om. Zouden wij ons kunnen voorstellen dat daar gewoon een stukje een beleidsletter van komt die u dan vervolgens aan de Raad aanbiedt. Als we kijken naar de motie of convenant Lelytail-Ballentiel, er is in de schorsing zijn wat vragen aan mij gesteld en ik denk dat het goed is om dat met de Raad te delen. Wij handhaven de tekst in het bestemmingsplan zoals het er staat en zullen aanvullend deze motie indienen om het college de mogelijkheid te geven een convenant naar de letter van Twenteland te maken. We hebben nu een voorbeeld daarbij gedaan zoals Tubbergen dat heeft uitgewerkt en ik verbied het college daar niet bij om haar eigen interpretatie daar aan te geven. Dus u mag wat ons betreft in volgen het bestemmingsplan wat de Raad vaststelt een convenant maken die u vervolgens met de telers die in Twenteland telen kunt afsluiten. Tot zover, voorzitter. Misschien mag ik als voorzitter van de Raad u een vraag stellen. Het is heel raar, maar ik hoor u nu zeggen dat u eigenlijk ook nog een verzoek doet aan het college vanuit de toelichting op het amendement. Nee, vanuit de beantwoording het college. Het amendement blijf ik vanaf, heb ik ook gezegd. Ik heb ook gezegd dat er geen afstemming over geweest, want u doet een tekstvoorstel. Daar blijf ik nu even vanaf. Ik reageer even op de inbreng van het college in haar eerste termijn. Het is mijn tweede termijn. Inbrengen op het college. Helder, ja? Nee. Vandaar. Ik moet even helderheid hebben erover. Ja, oké, prima. Oké, dank u wel. Dan kijk ik naar meneer Bossers van de SGP. Dank u wel, voorzitter. Wat het amendement betreft privébegraafplaatsen, u hebt dat aangeduid dat het alleen daarover zal gaan. En dan menen wij toch op dit moment tegen dit amendement te moeten stemmen. Of voor het amendement, sorry. Omdat ook die duidelijke onderbouwing onderbreekt. Wij willen ook zien dat er eerst eens een duidelijke onderbouwing wordt aangegeven. Een inventarisatie, een beleid, zoals de heer Smelt ook al opmerkte. En dat we er dan nog eens nader op terugkomen. Het convenant Lelytail, dat zullen wij wel steunen. Alleen gaat ons dat niet ver genoeg. Ik heb in mijn eerste termijn al aangegeven dat de SGP vindt dat de Bollentiel een waardige plaats moet blijven houden in onze gemeente. Die heeft getoond door allerlei maatregelen dat ze terdege rekening houden met de burgers en de omwonenden. En ja, we zitten in Nederland gewoon met een beperkte ruimte. Iedereen zit er dingen om ruimte.
En dit is een bedrijfsvorm die wij nog niet willen, kwijt willen uit onze gemeente. Bij het in te stemmen met het bestemmingsplan, daar zullen wij een stemverklaring afleggen dat wij daar wel mee instemmen met het bestemmingsplan buitengebied, maar dat wij tegen zullen stemmen tegen de opname van die spuitvrije zones. Dit was mijn tweede termijn, voorzitter. Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Van der Kozijnen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, college, voor het beantwoorden van de vragen. Ik wilde even ingaan op het begraafplaatsen. Ik heb het gevoel van dat er geen deugdelijke onderbouwing is. Maar met de beantwoording van de zienswijze heeft het college volgens mij in mijn inziens een deugdelijke onderbouwing gegeven waarom zij voor dit voorstel zijn. En daarnaast is er staande wet en regelgeving waar dit college zich aan houdt om dit voorstel toe te passen. Dus naar mijn mening is het toch een deugdelijke onderbouwing. Voorzitter, dat was mijn termijn. Dank u wel, dan de heer Reusken. Oh, sorry, meneer Smelt, heeft u een vraag? Gaat heel vlug. Heer Smelt heeft een vraag aan de heer Van der Kozijnen. De heer Van der Kozijnen zag mij wel staan. Maar die deugdelijke onderbouwing waar ik net over sprak, voorzitter, die was integraal. Ik heb niet gezegd, en als u dat verstaan heeft, wil ik dat graag voor u rechtzetten. Ik heb niet gezegd dat die deugdelijke onderbouwing in deze zienswijze ten aanzien van hetgeen wat er in het stuk staat ontbreekt. Ik heb u alleen aangegeven dat wij als ChristenUnie voorstaan om die deugdelijke onderbouwing te verbreden naar Twenterans breed niveau. En daarmee denk ik dat wij voldoende hebben onderbouwd waarom wij vinden dat het college nog wat werk te doen heeft. Dank u wel, de heer Van der Kozijnen. Aan u het woord. Ja, daar kan ik bij inkomen, maar dan kun je altijd nog een facetbestemmingsplan of een paraplubestemmingsplan maken om dat te regelen. Maar dan nog kun je eigenlijk voorsorteren op wat nu het college voorstelt, want ik vind het een goede onderbouwing. Ze voldoen aan de wet en regelgeving wat dat betreft en je doet op dit moment weinig schade. Het is particuliere grond, het is geen openbare grond. De heer Bossers heeft een vraag aan u. Ja, ik heb een vraag aan de heer Van Kozijnen, een verhelderende vraag. Bent u ook niet meer voor om toch een beleidsnotitie daarover te maken over privébegraafplaatsen in Twenterand? En nu lijkt het een beetje ad hoc beleid. En ja, vandaar dat wij ook eerst aangevoerd hebben als presidentwerking. Meneer Van der Kozijnen, en nu het woord. En dan kijk ik of we het af kunnen ronden. Presidentwerking kun je pas aantonen als achteraf meerdere aanvragen komen en mensen zich daarop beroepen. En in principe heb ik er zoiets van, ik ben voor dit voorstel, ik steun de onderbouwing van het college. En ja, om nou weer een beleid op te gaan stellen en daar geld over de balk te gooien en weer 50.000 euro aan uit te geven, daar ben ik niet voor. Oké, we gaan allemaal over onze eigen antwoorden. We kunnen natuurlijk steeds heen en weer dimdammen, maar nog een laatste poging en dan stoppen we ermee, meneer Bossers. Ik had mij de moeite kunnen besparen, voorzitter. Ik kijk even naar mijn rechtskant, u hoeft niet. Ik kijk even naar de heer Laarman, aan u het woord. Voorzitter, heer Smelt, als u mij deel had genomen in de motie convenant deliteelt, had ik die mede in kunnen dienen en willen steunen, maar ik zal hem nu ook steunen, heer Smelt. Meneer Smelt wil wat goed maken, aan u het woord. Ja, met iedereen hier overigens hoor, want dit is een motie waar ik gisteravond aan u heb gemeld, aan u allemaal. He, dat ik daar nog even tijd voor nodig had. En voor degene die in het presidium was, heeft gezien hoe laat het was. Dus ik heb heel laat dit convenant, de motie, pas aan de raad gedeeld. Dus ik ben daarin in gebreken gebleven met tijdstip. Ik hoop in de inhoud niet, maar u bent echt niet de enige. Mijn verontschuldiging aan u allen. Ik was niet op tijd. Dank u wel. Nou, dus zo voeden we elkaar op. Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Wessels, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Toch even refererend aan wat de heer Smelt zei, van dat het toch wat laat was. Dan toch nog even een verhelderende vraag over de kaderstellende beleidsnotitie woningsplitsing bij inwoning. Wij waren als CDA-fractie daarvan uitgegaan dat het geldt voor het buitengebied en voor bebouwde kom. En bij het nalezen net in de schorsing kwamen we daar nog even op. En ik zou nog even graag horen. Ik zie niet staan dat het alleen voor het buitengebied is. Dus ik neem aan dat het voor het binnen- en buitenbouwdekom is. Daar zijn wij van uitgegaan. En ik hoor graag van de heer Smelt of wij als CDA-fractie dat goed begrepen hebben. Gaan we horen van meneer Smelt. Meneer Smelt, nu het woord.
Ja, voorzitter, zoals dat is bij moties, mag het college wat mij betreft en wat ons betreft daar een vrijelijke interpretatie aan geven, breder dan de vraag die hier ligt. Als het maar beter wordt. Maar ik moet aangeven, stellen je bestemmingsplan vast en binnen dat bestemmingsplan buitengebied, daar hebben we het hier over. Daar is die motie op gemaakt. Het zou niet fair zijn om dan een motie te maken om daar dan over te spreken dat het ook voor binnenplan geldt. Als het college zegt van dat is handig en dat moeten we doen en neem ik dat in één keer mee in uitwerking, prima. Maar ik kan me zeer goed voorstellen dat het college dat gaat doen overigens. Maar ik kan het niet vragen en we hebben het ook niet gedaan omdat we hier over het bestemmingsplan buitengebied spreken. Maar ik vind de intentie en de oproep van u zeer wel gevallig. Meneer Wessels, u zult het antwoord van het college straks horen. Dank u wel. Het woord verder. Dan over de beleidsnotitie of de amendement privébegraafplaatsen. Ik ben net ook al gezegd van, ja, het zou goed zijn dat ook in de toekomst daar een notitie over zou komen, beleid op gedaan zou worden. Wij zijn voorstander van om dat wel te doen, maar wij sluiten ons aan bij degene die ook gezegd heeft van, daar zou in de toekomst een beleidsnotitie op moeten komen van hoe gaan wij daar in de toekomst mee om. Dan als laatste even naar ons gemeenteraadslid wat ons na vanavond gaat verlaten. Kan ik meneer Walraven meedelen dat wij toch steun geven aan de motie lezingskosten. En dat voor u is dat in ieder geval dat de motie, dacht ik, met algemene stemmen gesteund wordt. Het heeft namelijk geen nadelige invloed. We blijven bij ons standpunt dat natuurlijk heel veel lezers al vrij zijn. Maar dit is een meerwaarde en dan steunen wij dat. En, voorzitter, hier willen wij graag mee laten. Dank u wel. Dank u wel. We zullen straks de stemming afwachten. Maar dit heeft meneer Walraven dan maar binnengehaald, denk ik. Wethouder Engberts, ik geef u het woord. In tweede termijn namens het college een reactie te geven op de door de raad gestelde op vragen, zeker opmerkingen. Ja, voorzitter, als ik hier over het amendement privé begraafplaatsen, om daar nog even op in te zoomen. Nu proef ik ook een beetje dat er door de raad gevraagd wordt van er moet ook een deugdelijke onderbouwing geleverd worden, oftewel er moet een stukje beleid ook gemaakt worden. Dat zegt het amendement dus eigenlijk niet. Hè? Het amendement zegt alleen van dat het artikel geschrapt moet worden. Dus die zegt niet van er moet een studie komen, er moet beleid op komen. Dus dan weet ik niet hoe die opdracht eruit ziet en hoe breed die dan is en wat die dan moet inhouden. Dus wat ik hier lees in het amendement is van het artikel gaat eruit. En ten aanzien van de kaderstellende beleidsnotitie woningsplitsing. Ik heb het in de eerste termijn gezegd van dat je dit zou moeten zien als een soort paraplu. Over zowel bestemmingsplan buitengebied als binnen de bodem komt. Want het gaat nu wel over buitengebied, maar dit is iets wat je niet kunt regelen in het bestemmingsplan. Dat moet dus op een andere wijze, moet er vormgegeven worden. En dan lijkt mij het niet in feite fair om dan te zeggen van dat gaat alleen voor het buitengebied gelden. Terwijl er in het binnengebied ook heel veel van dergelijke woningen zijn. En dat is juist het onderzoek dan wel waard om te zeggen van laten we daar dan ook goed naar kijken van wat houdt het nu in zowel voor het een als voor het andere. Dank u wel. Dank u wel. Dan kijk ik rond. Dan sluiten we de bespreking. En dan wil ik wel met u delen dat de heer Smelt met mij overleg heeft gehad over de wijze waarop de heer Feurink deelneemt aan besluitvorming over enkele onderdelen. Maar ik wil wel graag dat u dat allemaal akkoord vindt. Laat ik dat even voor alle duidelijkheid. Omdat bij amendement privé begraafplaatsen geen persoonlijk belang is. Dat hij daar wel over meestemt. Niet over het bestemmingsplan in of exclusief het amendement. Dat hij wel meestemt over de convenant ledenteelt. Omdat hij daar ook geen. Over de motie, convenant ledenteelt. Ook de motie kaderstellende beleidsnotitie. Maar niet over de motie lezingskosten. Heeft iemand bezwaar tegen deze door mij voorgestelde procedure? Ja, ik zit even daar. Nou, als iemand bezwaar heeft, dan doen we het niet. Laten we eventjes, ik wil niet daar achteraf gedoe over hebben. Dat zal duidelijk zijn. De Wessels? Ja. Ja, voorzitter, het is een amendement. Als de motie was, is het wat anders. Het is een amendement. Dat maakt deel uit van het besluit. En dan lijkt het mij heel normaal dat, omdat het deel uitmaakt van het besluit, dat ook een amendement wat deel uitmaakt van het besluit, dat er niet meer meegestemd wordt. Nee, we gaan eerst over het amendement. Dan doen we dat niet. Ik wil daar geen gedoe over hebben, dat begrijpt u. Dan stemt de heer Feurink ook niet mee over het amendement. Ik geef eerst het amendement in stemming. En dan lees ik het even heel goed voor. Dan wordt bij het amendement punt 2 en 4 worden geschrapt. En de rest blijft staan. Dan stemmen we alleen over dat zienswijze 69, et cetera, eruit gaat.
amendement privébegraafplaatsen. Wie is voor het amendement? En de heer Veuring doet niet mee. Wie is voor? Fractie Gemeentebelang, fractie Laarman, fractie PvdA, fractie SGP, fractie ChristenUnie. Kijk even naar de griffier die telt voor mij. Nog een keer, ja. 9 voor, wie is tegen? 9. Ook 9. Dan houdt het in dat amendement verworpen is. Ik zit even naar mijn stemmen staken. Bij staken van stemmen, griffier. Dan wordt het vandaag naar de volgende keer. Ja, nou, dat zei dan zo. Ja. Ja, ik zeg. Kun je over het bestemmingsplan wel besluiten? Ik schors even overleg met de griffier. Ik moet even helderheid hebben. Ik schors even 5 minuten. Goed, ik verzoek u allemaal weer te gaan zitten. En ik lees voor bij de toelichting over de procedure bij stemmingen. Bij staking van stemmen is het bepaalde in artikel 32 van de gemeentewet van toepassing. Indien de vergadering voltallig is, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Is de vergadering niet voltallig, dan wordt het nemen van het besluit tot een volgende vergadering uitgesteld. Als ook dan de stemmen staken, wordt het voorstel geacht niet te zijn aangenomen. Met andere woorden, we stemmen niet verder over het amendement, hebben we gedaan, is 9-9, dus dat is geen meerderheid. De raadsvergadering is niet voltallig, dus moeten we op 6 februari alsnog stemmen over het amendement, stemmen over het bestemmingsplan en stemmen over de 3 ingediende moties. Dus dan wil ik het alleen maar bij stemming laten en geen discussie meer. Aldus door mij als uw voorzitter besloten. Dan ga ik over. Ja, ik vind het wel heel sterk. Meneer Walraven, ik vind het wel heel erg sneu, maar ik heb wel alles getekend vandaag als hoofd van het stembureau. Dus ik vind het wel heel sneu voor u, maar ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen. Als hoofd van het stembureau heb ik van alles getekend, dus met andere woorden. Wij gaan verder met agendapunt 17. Het actieplan laaggeletterdheid gemeente Twenterand 2018-2021. En ik kijk naar de fractie van gemeentebelangen Twenterand. Ja, meneer Papen, aan u het woord. U mag beginnen. Ja, dank u wel, voorzitter. Actieplan laaggeletterdheid. Vorige week hebben we een prima debat daarover gehad. En ik zal zeker niet alles herhalen. Er ligt een prima aanvalsplan. Om cursussen en activiteiten vol te krijgen, wat tot op heden niet echt lukt, lijkt ons een goede bewustwordingscampagne van belang. Niet met een stapel flyers bij de bieb of met maximaal €500, maar het moet wat ons betreft ondersteund worden met een degelijke marketingcampagne. Ook wordt het bedrijfsleven en bijvoorbeeld lokale marketingbureaus hier niet bij betrokken en dat is volgens ons een kans die we laten liggen. Vandaar dat we een motie hebben opgesteld en die wil ik bij deze indienen. De motie is samengesteld samen met de PvdA en wordt mede ingediend door de ChristenUnie D66-fractie Laarman. Ik neem aan dat het genoeg is om het dictum voor te lezen. Als u het verzoek voorleest aan het college, dan is het college tevreden. Verzoekt het college €5.000 te besteden aan de bewustwordingscampagne om laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen en te stimuleren dat de doelgroep deel gaat nemen aan de activiteiten uit het aanvalsplan. Te onderzoeken of de kosten voor deze campagne opgebracht kunnen worden door een crowdfundingcampagne en of sponsoring uit het bedrijfsleven. Echter wel geïnitieerd door de gemeente. Als dat niet lukt, de kosten te dekken uit de post onvoorzien uit het actieplan. Punt 3. In de bewustwordingscampagne gebruik te maken van moderne marketingmiddelen als social media en korte animatiefilmpjes om de doelgroep beter te bereiken. En te onderzoeken of lokale tussenhaakjes marketingbureaus een bijdrage kunnen leveren aan de bewustwordingscampagne.
Dank u wel. Dank u wel. Dan wordt de motie bij mij ingediend. En ik ga ervan uit dat die voldoende ondertekend is. En dan zal die gekopieerd en rondgedeeld worden. Ik kijk naar mijn rechterkant of iemand daar het woord wil. Niemand. Ik kijk naar mijn linkerkant. De heer Bossers wil het woord. En dan mevrouw Heelbrink en dan... Dank u wel, voorzitter. De bedoeling was dat mijn collega Dekker het woord zou voeren, maar die is helaas weggeroepen. Vanwege bijzondere familieomstandigheden, zoals u al medegedeeld hebt. Ik zal proberen hem te vervangen. Het actieplan laaggeletterdheid moet naar mijn mening en van de SGP-fractie een dubbel doel dienen. In eerste instantie vermindering van de sociale problematiek ten gevolge van laaggeletterdheid, maar ook bestrijding van de werkloosheid en daarmee de verbonden uitkeringen ten gevolge van onvoldoende kunnen lezen of schrijven. Dat ondanks de economische vooruitgang het aantal uitkeringen ten gevolge van werkloosheid nog steeds toeneemt, wordt naar onze mening in belangrijke mate hierdoor veroorzaakt. Deze signalen vangen wij ook op in andere gemeenten. Dit is dan ook een belangrijk instrument om de grote problematiek in het sociale domein aan te pakken. Vaststelling van de laaggeletterdheid bij het aanvragen van een uitkering is ook naar de mening van de SGP vereist. Daarna uiteraard met de juiste inzet volgen van een cursus bij het, onder andere het ROC. Wat kan de wethouder mededelen over de aanpak op dit punt? Daar is ook nog net een motie ingediend, daar wil ik eigenlijk gelijk al op reageren. Die motie, daar gaan we niet in mee. Wij vinden dat het vragen van een bijdrage van 3000 euro van het bedrijfsleven niet past, niet de juiste manier is om met de hand op te houden bij het bedrijfsleven. Verder vinden wij ook dat in het eerste bolletje genoemd verzoekt het college 5000 te besteden. Mijn fractie zou liever zien dat er eerst eens aangegeven wordt wat men wil doen in die bewustwordingscampagne en dan het geld erbij. Dit is een omgekeerde volgorde. Op zich is het positief, heeft onze instemming, maar het is verkeerde volgorde. En verder dat er dus gebruik gemaakt wordt van social media en korte animatiefilmen, daar zijn we ook wel mee eens. Maar om kort te gaan, wij kunnen dus eigenlijk niet meegaan met deze motie. Dus wij om hiermee te besluiten, verder zouden wij graag zien, dus een bewustwordingscampagne uitgedrukt, maar dan ook de hieraan verbonden kosten. Hier wil ik het eerst belaten. De heer Reusken heeft een vraag. Pardon. De heer Reusken, aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. Ik zou graag aan de heer Bossers willen vragen. Juist hier wordt een verbinding gezocht tussen publieke sector en private sector, waarbij bij dit probleem, wat echt gigantisch is, want 10% van de Nederlandse bevolking is laaggeletterd. Vertaald naar Twenterand hebben we het bijna over 3.500 mensen. Dat zijn niet alleen maar mensen die werkloos zijn of de bijstand hebben. Dat het juist mooi zou zijn als je ook publiek en privaat verbindt. Vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen bedrijven uitnodigt om daar een bijdrage aan te leveren. Bent u dat met mij eens? Bossers, aan u het woord. Uw bewoordingen, ik denk dat wij daar toch iets een andere visie op hebben. Uw bewoordingen zijn uitnodigd. Daar kan ik me wel in vinden. Maar in deze motie wordt gezegd en dat de overige 3000 euro, die overigens niet eens aangetoond is dat die nodig is, wordt opgebracht door een bijdragende bedrijfsleven. Dus daar is te moeten. En ik vind, we moeten voorzichtig zijn om gelijk maar te denken dat het bedrijfsleven dat even op kan lossen en dat even moet financieren. Dus ik ben, mijn fractie is daar wat terughoudend in. Ik denk dat het bedrijfsleven zelf al heel wat of maatschappelijk verantwoord onderneemt met een hele hoop zaken en die moeten we niet overvragen. Wel, de heer Reusken heeft nog een aanvullende vraag. Nu het woord, meneer Reusken. Voorzitter, volgens mij staat niet in de motie moet worden opgehaald, maar kunnen worden opgebracht door crowdfunding of door sponsoring. Dank u wel. Sorry, dat dank u wel, de heer Bossers, aan u het woord. Nou, ik lees 5000 euro te besteden, dus dat is een bedrag.
2.000 wordt gedekt uit het budget uit het actieplan op post onvoorzien en dat de overige 30.000 wordt opgebracht door een bijdrage. Ja, daar kunnen we nog discussiëren over woordspeling, maar daar zit toch geen vrijblijvendheid in. En in uw eerste opmerking begon u over een wordt uitgenodigd en dat komt heel anders over. Dank u wel, de heer Reusken. Nog een laatste en dan de heer Bosses nog aan u. Voorzitter, de heer Reusken. Ik heb hier de motie voor me en volgens mij heeft de heer Bosses een oude versie van de motie voor zich liggen. Ja, dat is lastig. Dat is inderdaad lastig, ja. Spreken met elkaar. Dank meneer, u wel. Meneer Bosses, u heeft een vernieuwde versie van de motie op uw bureau liggen. Dus ik denk mag dat het goed is om zien? Die... Mag... Ja, want er staan die getallen die u net noemde van 2000 en 3000 niet in. Oké. Goed, neem me niet kwalijk, meneer Reusken, dat ik dat andere heb gebruikt. Maar nochtans blijf overeind voor die 5000 euro. Wij vinden dat moet eerst aangeven wat gaat het kosten en dan volgt het geld. Oké, ja? Dank u wel. En ja, dat kan gebeuren als er twee verschillende, of een motie eerst rondgaat en dan later hier een ander wordt ingediend. Niet aan u, maar u was meteen aan het woord en heeft u nog niet een nieuwe tekst. Van de motie, misschien is het goed om een volgende keer daar even expliciet aandacht voor te vragen. Mevrouw Heelbrink, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. We hebben bij de debatten de vorige keer hebben we niet ingesproken op dit onderwerp. Dit onderwerp gaat ons zeer aan, alleen we hebben daar niet over gesproken omdat wij die problematiek als symptoom zagen van heel veel onderliggende moeite die er vaak zijn. Laaggeletterdheid is iets wat er is en daar zit vaak nog heel veel meer onder. En daar is ook heel veel wat er meer bij komt kijken. Wat wij opvallend vonden in het debat was dat de GBT aandroeg om dat wat breder uit te dragen, zodat het uit de taboesfeer kan komen. En daar zijn we voorstander van. Want wij denken dat als dit onderwerp bespreekbaar kan worden, door daar op een positieve manier aandacht voor te vragen, het ook wellicht voor mensen gewoon kan zijn om hier iets aan te doen. En daarin de schaamte voorbij te gaan en daarin ook actief te willen zijn. Dus wij willen dat graag ondersteunen. Wij vinden ook dat als het mogelijk zou zijn en bedrijfsleven zou daarin een rol kunnen spelen en willen spelen, dat dat ook zeker benut moet worden. Want wij vinden wel dat de werkgevers daarin, net zoals ook met schuldhulpverlening af en toe ook genoemd wordt van besteed er aandacht aan hoe mensen budgetteren, besteed aandacht aan, aan hoe de zaken thuis lopen. Wij vinden het ook een stukje sociaal ondernemen dat hier aandacht voor is en dat het op die manier ook mede gesteund wordt door juist het middenkader waar iedereen ook weer afhankelijk van is. De mensen zullen een baan hebben bij de werkgevers en als de werkgevers dat steunen en dat ook willen uitdragen, vinden we dat alleen maar positief. Dus als zij op die manier daarin willen laten merken dat zij dat daarvoor willen financieren en daar dan ook reclame voor maken of op een andere manier bekendmaken, dan wordt het ook voor die mensen mogelijk laagdrempeliger om hieraan meer te gaan doen. En wij denken dat, ook al is het een groot bedrag ten opzichte van het totale budget, het hele budget ten goede kan komen aan datgene wat uiteindelijk de drempel zou kunnen verlagen voor mensen. Want als we cursussen aanbieden waar maar heel weinig mensen gebruik van maken, dan hebben we een groot deel van het budget ook niet goed besteed. Dat is tot zover onze inbreng. Dank u wel. Dan kijk ik naar de mevrouw Uitslag. Aan u het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. In eerste instantie vinden wij de motie van de fractie van de GPT en de mede-indieners een erg sympathieke motie. Ik heb nog wel een aantal vragen en die wil ik dan ook graag stellen. Wij hebben in de raadsdebatten het onderwerp onze oudere inwoner ook aangehaald. En vanuit de motie zie ik daar eigenlijk weinig in terug. Dus ik heb wel een vraag aan de indiener van zou daar ook nog wat meer naar gekeken kunnen worden. Want als je het hebt over sociale media en dergelijke en animatiefilmpjes, dan kan ik me voorstellen dat dat een andere doelgroep heel erg aanspreekt. Wij willen ook graag die oudere inwoner meenemen in dit verhaal. We vinden ook belangrijk dat zij meegenomen worden. Dus aan u de vraag of u daar nog wat verder op kunt ingaan voordat wij ons uitspreken over de motie. En dan nog een vraag aan de wethouder. Crowdfunding, is dat een rol van het college? En daar zijn we een beetje naar op zoek. Vindt het college dat ook een rol
die de gemeente moet nemen, moet pakken. In het kader van de burgerparticipatie hebben we daar ook wel een mening over. Maar we wachten graag nog even de beantwoording van de wethouder hierover af. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Reusken. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Laaggeletterdheid, belangrijk onderwerp voor de Partij van de Arbeid, waar we ons ook altijd afgelopen jaren hard voor hebben gemaakt. Goed dat dit actieplan voor ligt en dat dat hier nu ook in de raad ligt. En het tweede actieplan waar ook meer middelen beschikbaar zijn gesteld dan afgelopen jaren. Het is van belang dat er geïnvesteerd wordt in mensen die moeite hebben met lezen en schrijven op alle niveaus. Ook voor de doelgroep ouderen waarbij het gaat om digibeten. Het zorgt ervoor als je kunt leren, als je kunt lezen en schrijven, het zorgt ervoor dat je mee kunt doen. Het zorgt er bijvoorbeeld voor, en dat weet ik uit mijn eigen praktijkervaring, dat je je eigen kleinkind kunt voorlezen. Dat is een groot goed als je dat kunt. Dat maakt mensen ook heel erg trots. Alleen daarom al is het belangrijk om hier te investeren. Het gaat ook om de mensen die moeite hebben met lezen en schrijven en daardoor in een uitkering zitten en ondersteund worden om aan het werk te gaan. En daar zet dit actieplan ook op in. Tegelijkertijd, laaggeletterdheid brengt ook heel veel kosten met zich mee, gezondheidskosten. En op het moment dat je daarin investeert, nemen die gezondheidskosten af. En dat is ook heel erg van belang om dat niet te vergeten. Daar zijn ook landelijke onderzoeken naar gedaan. En om dat op gang te brengen, steunen wij en zijn wij mede indiener van deze motie. Want bewustwording is heel erg van belang. En die bewustwording zal breed vormgegeven moeten worden. En ik denk dat deze motie daar een aanjaagfunctie in wil zijn. En daarom steunen wij ook de motie zoals die nu voor ligt. Tot slot, ik herinner ook nog even het raadsdebat. Wij hebben zelf ook een belangrijke rol in de taal die wij gebruiken, in de raad hier en dadelijk ook in de verkiezingsprogramma's. En ik wil hier nog maar even herhalen dat we hier met z'n allen dus hebben afgesproken dat we onze verkiezingsprogramma's voor gaan leggen aan het taalpunt, taalpuntcoördinator, die het gaat toetsen op leesbaarheid. En dat vind ik een groot goed en ik denk dat we daar ook zelf onze verantwoordelijkheid en taken nemen. Dank u wel, voorzitter. De heer Bossers heeft een vraag nu. Dank u wel, voorzitter. Ik was niet bij het debat aanwezig, ik heb het nageluisterd. Maar ik kan me niet herinneren dat mijn partijgenoot Dekker toegezegd heeft dat hij het verkiezingsprogramma aan het taalpunt zou voorleggen. U noemt in één keer alles erbij, ik kan me voorstellen, dat klinkt mooi. Maar wij doen wel ons best om het leesbaar te houden. Maar dat hebben we niet toegezegd. Klopt dat, meneer Reusken? Meneer Reusken, aan u het woord. Ik zou het na moeten luisteren of uw collega dat wel of niet heeft toegezegd. Maar als dat niet zo is, dat hij dat niet heeft toegezegd, dan bent u als SGP de enigste partij die haar verkiezingsprogramma niet zou willen voorleggen aan taalpuntcoördinatie om het te toetsen op taal. En dat zou ik erg jammer vinden als uw partij dat niet doet. De heer Bossers, aan u het woord. Nou, dank u wel voor uw constatering. Dat komt heel negatief over. Wij denken dat wij ook ons best doen om het leesbaar te krijgen. Ik kan me herinneren dat ik Dekker heb horen zeggen, daar ga ik niet over. En ja, daar kunt u het mee eens zijn of niet mee eens zijn en dan het gelijk bij inpalmen. Als het zo was, oké, ik heb later met de heer Dekker over gehad van, ja, daar had je wel mee in kunnen stemmen. Dus zo zitten wij er wel in. Maar uw beweringen was ik niet helemaal mee eens. Goed, het gaat om de zuiverheid van datgene wat je over anderen zegt, meneer Reusken. Oh, meneer Reusken kan erop ingaan en dan heeft de heer Walraven een vraag. Meneer Reusken, ik weet niet of u nog een reactie wil geven op de heer Bossers. Ik accepteer de uitleg en ik zou graag de SGP ook uitnodigen om haar verkiezingsprogramma aan het taalpunt te willen voorleggen. Dank u, dan heer Walraven. Dank u wel, voorzitter. Ja, soms heeft het voordelen als je eenmansfractie bent, want dan weet je wat je toegezegd hebt. Meneer Reusken, ik heb de toezegging nagekomen. Ik heb ons verkiezingsprogramma, hoewel ik u al aangegeven had dat ons verkiezingsprogramma daaraan voldoet, heb ik voorgelegd aan taalpunt. En ik kreeg een mail terug. Sorry, wij behandelen geen verkiezingsprogramma's. Goed. Meneer Reusken, aan u het woord. Ik ben sprakeloos. Nou ja, het is goed dat u sprakeloos bent, maar misschien dat u een andere organisatie heeft, maar taalpunt doet dat niet. Goed, voorzitter, daar wou ik het bij laten, ja, dank u wel. Dank u wel. Nou, ik zat me ook net even af te vragen
een verkiezingsprogramma van 20 kantjes of zo. En dan, ik weet ook niet. Heer Reusken, aan u het woord. Voorzitter, zoals ik al zei, ik ben sprakeloos. En mijn inbreng was al tot een afronding toe. En ik zal zelf initiatief nemen om te kijken op welke manier de afspraak die we met elkaar gemaakt hebben, wellicht op een andere manier gestalte kunnen doen geven. Dank u wel. Dank u wel. Ik kijk naar de heer Binnenmars, die zal reageren namens het college. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Er zijn een aantal opmerkingen gemaakt en ook wat vragen gesteld. Ik denk dat misschien handig is om daar even op in te gaan. Even de combinatie die door de SGP werd gelegd aan laaggeletterdheid en werkeloosheid. Er ligt natuurlijk inderdaad een verband. Dat kan belemmerend werken, net zoals de Partij van Arbeid inbracht. Het kan ook invloed hebben op het welbevinden en op de gezondheid. Daar hebben we het in de debatten uitvoerig over gehad. Dus het belang van het optreden, maatregelen treffen tegen laaggeletterdheid, dat snijdt aan heel veel kanten hout. Dus in die zin, uitkeringsaanvraag, kan dat daar een invloed op uitoefenen? Ja, ik heb in het debat ook al aangegeven van, wil ik standaard elke contact met de gemeente, dat daar meteen een taalmeter naast wordt gelegd als een standaard instrument bij iedereen die aan het loket komt. Dat was een beetje de sfeer die ontstond. We hebben gezegd, nou dat moeten we misschien toch echt niet gaan doen. We kunnen wel onze loketmedewerkers wat trainen en scholen om wat signalen op te pakken en bij twijfel of bij dat dan op een gegeven moment actie wordt ondernomen, dat vind ik een veel betere aanpak dan dat tot een standaard norm te verheffen. Maar dat had ik in het debat in principe al aangegeven. Dan even, het CDA had een vraag aan mij gesteld. In de zin van, is crowdfunding nu een taak van de gemeente? Ik zou die vraag op dit moment even in de parkeerstand willen zetten. Want ik probeer eerst even in te gaan op de bedoeling, zoals ik de motie en de inbreng van de GBT heb geïnterpreteerd. Op het moment dat je praat over sociaal ondernemen, als je praat over de link, laaggeletterdheid en belang van bedrijfsleven, dan zou het bedrijfsleven er zelf belang bij moeten hebben dat de werknemer adequaat geschoold is. En dan kun je zeggen, nou, dan kan de werkgever de passieve houding aannemen, het onderwijs of wat dan ook, zorgt er maar voor dat ik die geschoolde medewerker krijg. Of ze kunnen in het kader van MVO ook op een gegeven moment intern constateren dat er bij een aantal van hun medewerkers dat er toch een hiaat is of dat er een stukje ondersteuning of scholing nodig is. En ze zouden daar best wat ons betreft in kunnen interacteren. Dus in die zin zie ik wel degelijk een link tussen het maatschappelijk verantwoord ondernemen, de rol die de gemeente daarin kan hebben, de contacten die we hebben als gemeente met het bedrijfsleven. En zo zie ik, dan parkeer ik het feit of wij wel of niet per definitie als gemeente in moeten zijn voor crowdfunding. Want dat vind ik ingewikkeld. Dat is ook meer dan kom ik bijna aan een ethische discussie. En die zou ik nu even willen vermijden. Ik probeer hem even praktisch in te zoomen. Want in dat kader zou je wel inderdaad met de contacten met het bedrijfsleven ook daar kunnen aanbieden dat je een inventarisatie wil doen onder personeel of dat je een aanbod wil doen onder het personeel. En dat je dan in afstemming komt van, oké, als dat aanbod er dan plaatsvindt, zou je dan als werkgever ook bereid zijn om daar mee te investeren. Dan snijdt het mes misschien aan twee, drie kanten, als ik hem zo mag interpreteren. Kijk, dan vind ik het ook goed dat er in de normale contacten, dat je daar die probeert, dat wel die goede plek te geven. En ik denk dat dat een betere effect oplevert dan dat je in de krant een grote actie aankondigt en wie wil zich melden, wie wil geld storten. Dat vind ik dan een iets ander, want dat soort beelden roept het ook op. Je hoeft het een niet te doen, het ander nalaten. Al werkende weg zou je dat kunnen bekijken. Dus in die zin, dan denk ik van, nou, prima. Wat mij betreft, en ook daar de ondernemer. Dus die onderzoek of die kosten ook voor een deel willen gedragen en kunnen worden door. Prima wat mij betreft. Die 5.000 te besteden, nou dat is de keuze die u, ik zie bijna een raadsmeerderheid voor dit verhaal. Dan zeg ik van nou, we hebben twee keer 39.500 euro, die heeft u beschikbaar gesteld. En u zegt, die 5.000 euro die gaan wij nu investeren voor die bewustwordingscampagne. Die haal ik gewoon uit dat budget en waar mogelijk, als er werkende weg ook middelen binnenkomen via dat bedrijf, dan zien we wel, maar dan kunnen we in ieder geval starten. In hoeverre we dan, dat blijft wel even mijn punt, in hoeverre je nu een reëel beeld kunt maken van wat gaat dat dan kosten. Social media, u hebt het over filmpjes maken, dat kan klein, dat kan breed, dat kan duur, dat kan goedkoop. Dat zijn variabelen, maar ik ben best bereid om daar goed naar te kijken, want ik denk dat social media absoluut een bijdrage kunnen leveren.
Met in het achterhoofd meteen ook de opmerking die zowel, dacht ik, de ChristenUnie en ook als de CDA maakte van, laten we vooral de volledige range aan inwoners blijven betrekken en niet inzoomen op een bepaalde doelgroep, maar dat we proberen acties te doen voor zowel de jeugd, de jongeren, de ouderen, onze populatie, die we kunnen helpen met. Want de heer Rusken refereerde er al aan, wat is er leuker dan dat je als opa of oma kunt voorlezen aan je kleinkind. En als je dat niet kan, nou, dan merk je denk ik pas van hoe zwaar dat dan telt. Dus in die zin, dan heb ik de motie denk ik aan en de opmerkingen die gemaakt zijn, dacht ik, heb ik ook behandeld, voorzitter. En kan ik met deze motie wel uit de voeten? Ik ga er niet over, ik neem hem ook niet over, maar ik kan ermee uit de voeten, zeg ik dan. En dan is het aan u, hier wou ik het maar bij laten. Dank u wel. Dank u wel, we bij uw eigen accent wel even gelegd om tot een goede uitvoering te kunnen komen. Ik kijk even weer de kringgrond van de raad. De 5 minuten schorsing, 3, maar ja, het wordt 5 minuten. Ik schors voor 5 minuten op verzoek van de heer Kerkdijk. Goed, ik verzoek iedereen weer te gaan zitten. Ik verzoek u allemaal uw plaatsen weer in te nemen. Hoi, foei. Je wordt gammel. Ik verzoek u allemaal weer te gaan zitten. Want u wilt toch wel om 11 uur klaar zijn. Laat ik me zoiets zeggen, toch? Laat ik enige druk uitoefenen dat u om 11 uur gewoon klaar wilt zijn. Moet kunnen, zegt deze voorzitter. Gewoon 11 uur, 10:30. Nou, vooruit. Gaat u de uitdaging maar aan. De heer Kerkdijk heeft om schorsing gevraagd. Misschien kan u kort toelichten waartoe die schorsing geleid heeft. En dan ga ik een tweede termijn geven indien u dat wenst. Heer Kerkdijk, aan u het woord. Dank u, voorzitter. Is het toegestaan het woord te geven aan de heer Wessels als woordvoerder? Of verwacht u dat van mij? Nee, dat mag ook aan de heer Wessels. U bent fractievoorzitter, dus u geeft iedereen het woord. Meneer Wessels, aan u het woord. Namens uw fractievoorzitter. Mevrouw Uitslag. Nee, je kijkt bij elkaar. Sorry. Mevrouw Uitslag, ja. Ik ben heel makkelijk, hoor. Mevrouw Uitslag moet het woord hebben. Heer Kerkdijk, u heeft uw fractie goed onder controle. Mevrouw Uitslag, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben binnen de fractie overlegd en ook met de indiener van de motie. En wij zijn tot de conclusie gekomen dat wij deze ook graag mede willen indienen. De indiener heeft aangegeven dat hij nog mijn vragen nog gaat beantwoorden. Dus bij deze, daar wacht ik even over, maar wij gaan hem mede indienen. Oké, dat is het gevolg van de schorsing. Dan geef ik als eerste de heer Pape het woord. Er waren nog wat vragen aan u gesteld, dus aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kreeg inderdaad een vraag van de CDA en of wij ook aandacht willen besteden aan ouderen in de motie. Ik zou haar zeggen, uiteraard, we hebben het over de doelgroep en de doelgroep is breed. Het gaat van kinderen tot ouderen en iedereen bedoelen wij daarmee. Ook social media is trouwens erg geschikt, ook voor ouderen, ook mensen die niet heel goed kunnen lezen of schrijven. Ik vind het fijn dat de CDA de motie mede wil indienen, uiteraard. En wat betreft wat opmerkingen van de wethouder, kunnen wij ons alleen maar bij aansluiten. Betrek het bedrijfsleven erbij, uiteraard. Dat kan uiteraard in natura, in samenwerking. En, dat is een kwestie van sociaal maatschappelijk ondernemen. En daar zijn wij alleen maar voor. Bovendien moet een motie, als het over het geld gaat, vooral werkbaar zijn. Het gaat erom, dictum is eigenlijk, het moet geen stapel flyers zijn, maar een moderne campagne om iedereen erbij te betrekken. En ik denk dat dat het uitspreekt en dat het een werkbare motie is. Dank u wel. Dank u wel. Dan kijk ik nog rond of er nog iemand in tweede termijn het woord wil. De heer Walraven, aan u het woord in tweede termijn. En de heer Bossers. Ja, ik heb nu 11 uur als streeftijd genoemd, dus ik doe mijn best samen met u. Meneer Walraven, u het woord. Dank u wel, voorzitter. Heel kort. Wij hebben de motie niet mede ingediend. Wij hebben gehoord de antwoorden van de wethouder en de reacties van de verschillende partijen. We willen hem nog steeds niet mede indienen, maar wij zullen hem wel steunen. Dank u wel. Dank u wel. Dan meneer Bossers, aan u het woord. Ja, voorzitter, u zit te timen.
En als ik me nou vanavond erbuiten was gegaan om een lange toespraak, maar dat heb ik niet gedaan, ben ik me van bewust. Daarom kom ik toch even hier in tweede termijn. Wij hebben de toelichting gehoord van de indiener. Wij hebben ook de toelichting van de wethouder gehoord. Toch ingegaan op het probleem wat wij aangeroerd hebben. Dus mijn fractie wil deze motie ook steunen. Ik denk dat het voldoende is. Indienen is niet nodig, maar wel steunen. En ook van harte steunen. Ja, ik kan maar één stem geven vanavond, helaas. Is niet anders, meneer Papen. Maar ik denk dat meneer Dekker zal er mee eens moeten zijn. Nou, dank u wel. Ik wil niemand opjagen, voor alle duidelijkheid. U weet, hè, u gaat erover. Maar we hebben nog een paar dingen te doen, dus vandaar dat ik enige druk wel durf. Ik kijk naar de wethouder, er zijn geen vragen meer aan u gesteld. Dus de college krijgt geen tweede termijn van de voorzitter. Ik ga over tot stemming. Eerst over het voorstel. Het actieplan laaggeletterdheid gemeente Twenterand 2018-2021 om het vast te stellen. Wil iemand een stemverklaring? Wil iemand stemming? Is het unaniem aangenomen? Ik ga naar de motie actieplan laaggeletterdheid. Wil iemand een stemverklaring? Wil iemand stemming? Dan is de motie unaniem aangenomen. Ik ga naar de motie vreemd aan de orde. De cofinanciering realisatie faunapassage Ouderhoevenweg in de Pollen. Het reglement van orde geeft aan dat er twee termijnen zijn. Maar met uw goedvinden zou ik eerst willen vragen aan de wethouder om een reactie te geven. Ik zit even te kijken naar de indiener of die dat goed vindt. En als de indiener zegt van dat vind ik goed, dan krijgt de wethouder het woord. Het is goed, gelukkig. Wethouder, aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Eigenlijk moeten we dit positief duiden dat dit voorstel hier ligt, deze motie. En we willen als college ook doen. Waarom? Op 1 december is er reeds een mail verzonden naar de heer Stevens om aan te geven van welke zaken allemaal nog nodig zijn om dus tot uitvoering te komen. Om daarvoor een collegevoorstel te maken en ook langs de raad te laten gaan was te laat. En kostte te veel tijd en zou dus niet voor 31 december plaatsvinden. Dus dat is nu, bij deze motie is dat gewijzigd. En daarmee kan dus het besluit versneld ingezet worden. De uitvoering vormgegeven voor de financiering die hiervoor nodig is. De 15.000 euro zit gewoon in de begroting 2017. En kan dus nu, onder de voorwaarden die gesteld zijn in de mail van 1 december, kan die verstrekt worden aan de initiatiefnemers. Dank u wel. Dank u wel. Dan heer Reusken, aan u het woord in tweede termijn. Kijken of dat lukt, meneer Reusken. Voorzitter, dat gaat lukken. Drie dingen. Allereerst, de motie is mede ingediend naast de Partij van de Arbeid, ook door gemeentebelangen, CDA, D66, ChristenUnie en fractie Laaman. Wil ik toch niet onvermeld laten. Voorzitter, er staat een kleine fout in de motie. Daar staat bij constateerde dat de tweede alinea dat de provincie Overijssel eind november 2018 subsidie heeft verstrekt. En dat moet niet 2018 zijn, maar 2017. Dat lijkt me niet onbelangrijk om dat te wijzigen, want anders klopt het niet wat er staat. Ik wil hier toch nog even op deze plek het KNNV een groot compliment maken. Feliciteren met toch eigenlijk een prachtig resultaat, want 127.000 euro krijgen van de provincie is niet niks. En hiermee kunnen dadelijk wel die faunapassage gerealiseerd worden, waar we al 2 jaar lang met elkaar mee bezig zijn. En ik ben ook blij met het antwoord van de wethouder dat hij met deze motie ook direct over kan gaan tot de uitvoering. En dat ermee ook eigenlijk al morgen gestart kan worden. Dus dat is een prachtig resultaat die felicitaties op deze plek waard zijn. Ik zou de wethouder nog 1 vraag willen stellen. Nu de KNNVV aan de slag gaat en dat ook doet met heel veel vrijwilligers, zou ik de wethouder willen vragen, want er zijn best nog wel eens af en toe vragen tot ondersteuning en zaken die opgelost moeten worden. Of de wethouder bereid is om de groep vrijwilligers en de KNVV op het moment dat ze een advies nodig hebben of een stukje ondersteuning nodig hebben, om tips, misschien ook af en toe wat trucs mee te geven, hoe ze dit tot een goed einde kunnen brengen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan ga ik eerst de tweede termijn van de raad oppakken.
De heer Bossers, aan u het woord. Kijk nog meer of er nog meer sprekers zijn in tweede termijn. En de heer Walraven, ook in tweede termijn. Meneer Bossers, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. De heer Reuske feliciteert de KNV, maar ik wil hem ook proficiat wensen dat hij zo wat letters gewist om dit nu in te dienen. Wij hebben destijds tegen die motie gestemd, die faunapassage. Maar nu dat geld er eenmaal ligt en ter beschikking is gesteld, willen wij hem steunen. Zijn wij er akkoord mee? Dus bij deze. Dank u wel. En het is goed dat hij 2018-2017 wordt, de heer Walraven. Ik denk, kan ik even mijn tijd volpraten. Dus dat het allemaal veranderen. Om geen nieuwe motie te schrijven. Maar het is allemaal helder dat het zo moet zijn. De heer Walraven, u het woord. Dank u wel, voorzitter. Heel kort. VVD heeft niet mede ingediend. Maar in het kader van. Noem je dat? Voortschrijdend inzicht. Ja, okay. Dank u wel, publieke tribune. In het kader van het voortschrijdend inzicht en gezien de antwoorden en de reacties van de collega's, zullen wij de motie steunen. Dan de heer Kerkdijk, dacht ik ook aan u het woord. Er is de heer Kerkdijk in de laatste, in tweede instantie. Ja, het is voor sommigen de eerste. Dan geef ik het woord nog aan de wethouder voor een antwoord op de door de heer Reuske gestelde vraag. De heer Kerkdijk, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Het was de heer Overweg namens, en dat is oud raadslid Overweg, namens de vereniging die nu de passage verder ook onder zich heeft, die voor een 8-9 jaar terug al de initiatieven nam. We hebben naar, en het is wel heel leuk om dat nog aan te geven, destijds met een initiatief vanuit Provinciale Staten getracht te ondersteunen. Dat lukte toen niet. Maar het is wel heel bijzonder dat het, zo'n plan dan heel lang loopt te sudderen en opeens ontstaat er 127.000 euro. Dus wat dat betreft hartstikke mooi. Het is een goed plan en ik denk dat het voor de fauna in het gebied uitstekend is om op deze manier ook daar de nodige maatregelen te nemen. En we hebben de motie mede ingediend, dus wat dat betreft prima. Je hebt niet zomaar 127.000 euro, moet je wel wat voor doen. Dat hebben ze ook gedaan. Wethouder, er is nog aan u een vraag gesteld, aan u het woord in tweede termijn. Dank u wel, voorzitter. Nou, ik denk dat, zoals ik net al noemde, de mail van 1 december al aangeeft dat in feite het bereid zijn tot tips en trucs enzovoort mee te geven, dat die er heel duidelijk is. Extra financiële ondersteuning kunnen wij niet, omdat er dus geen budget voor is. Maar datgene wat er kan binnen het ambtelijk apparaat om behulpzaam te zijn, zullen we zeker doen. Dank u wel. Dan ga ik over tot stemming. Wil iemand een stemverklaring? Wil iemand stemming? Dan is deze motie unaniem aangenomen. Ik dank u. Dan gaan we naar agendapunt over de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Twenterand 2018. Die is naar de bespreekagenda gegaan en ik geef mevrouw Uitslag als eerste het woord, omdat het verzoek is ook van het CDA uitgekomen. Aan u het woord, mevrouw Uitslag. Dank u wel, voorzitter. Tijdens de voorbereiding van mijn inbreng was mijn eerste zin dat allereerst wil ik de wethouder en de ambtenaren bedanken voor het beantwoorden van onze vragen, welke wij hebben gesteld in de raadsdebatten van 13 december jongstleden. Helaas heeft die beantwoording op zich laten wachten. Ik heb ze tot op een uur voor de vergadering nog niet ontvangen, maar ik ga er natuurlijk vanuit dat die alsnog komen, dus mijn inbreng wil ik graag verder gaan in mijn betoog. Voorzitter, herkent u dit? Er komt een man of een vrouw aan het loket of een balie met een probleem. U wilt hem graag helpen, maar u bent gebonden aan de wet. Het strikt naleven van die wet zou die man of die vrouw echter alleen maar verder in de problemen brengen. Wat kun je nou in zo'n geval het beste doen? De fractie van de CDA Twenterand pleit voor meer maatwerk en integraliteit in het sociaal domein. Uit de verordening die nu voorligt zit aan alle handvatten om dat te doen. Echter, we willen hier graag nog één tool, één handvat aan toevoegen, namelijk de omgekeerde toets. Tijdens het debat gaf de wethouder terecht aan dat veel besluiten aan wetten onderhevig zijn. Voor gemeenten vormen wetten als de participatiewet, de WMO, de jeugdwet en de wet gemeentelijke schuldhulpverlening het uitgangspunt voor besluiten. Maar wat als de gemeente de zaak nu eens omkeert? Begin niet bij de letter van de wet, maar bij het doel van de wet. Uitgangspunt is dat de gemeente meedenkt met de inwoner over het effect dat bereikt moet worden
en kijkt of dit past binnen de doelstelling van de wetten van het sociaal domein. Vervolgstap is dan het kijken naar de wettelijke instrumenten die de gemeente ter beschikking heeft om dit doel met en voor de inwoner te realiseren. In diverse gemeenten in Nederland wordt al gewerkt met de omgekeerde toets en zijn de ervaringen positief. Wij zien graag dat ook in Twenterand niet alleen beoordeeld wordt op basis van de letter van de wet, maar ook gewerkt gaat worden op basis van de geest van de wet, de omgekeerde toets. Met als doel meer maatwerk en een beter resultaat voor onze inwoners. De omgekeerde toets, een methodiek voor het sociale domein om doelmatigheid en rechtmatigheid te combineren. De essentie, kijken wat nodig is en als laatste stap beoordelen of dit past binnen de geest van de wet en regelgeving. U denkt met de inwoner over het effect dat u wil bereiken en kijkt of dit past binnen de doelstelling van de wetten. En vervolgens bekijkt u welk wettelijk instrument u heeft om dit doel met en voor de inwoner te realiseren. Daarbij biedt de wet vaak meer mogelijkheden dan men denkt. Als je maar weet aan welke knoppen je moet draaien om het gewenste effect te krijgen. Wij hebben een motie voorbereid die mede is ingediend namens de VVD, fractie Laarman, de SGP en de ChristenUnie. En ik zou deze graag aan u willen voorlezen, als u mij toestaat, voorzitter. Nou, ik zou willen voorstellen dat u alleen het verzoek aan het college voorleest. Dat zal ik doen. Dat is voldoende. Dat zal ik doen. Verzoekt het college te onderzoeken of het mogelijk en gewenst is om in Twenterand te starten met het werken volgens de omgekeerde toets en de raad hierover te informeren. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. De motie is voldoende ondertekend, maakt deel uit van de beraadslagingen. Ik kijk naar de raad of iemand ook in eerste termijn het woord wil. Mevrouw Heelbrink, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. De ChristenUnie-fractie ondersteunt de motie omdat zij ook vanwege haar deelname in de raadswerkgroep Sociaal Domein haar taak serieus neemt en na wil denken over alle mogelijke manieren om zoveel mogelijk te kijken naar wat de inwoners van Twenterand nodig hebben en hoe wij daarin ondersteunend en helpend kunnen zijn, maar daarmee ook mogelijk frustratie en andere dingen die daarin in de weg kunnen zitten, kunnen voorkomen. En mogelijk dat deze toets daarin een bijdrage kan leveren. En daarom steunen wij deze waarin wordt onderzocht of dat ook inderdaad het effect gaat krijgen wat we nu hopen met het indienen van deze motie. Dank u wel. Dan kijken of er nog iemand anders in eerste termijn het woord wil. Dan geef ik het woord aan wethouder Binnenmars. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat het goed is om een aantal opmerkingen die u maakte in de inleiding en de aankondiging van de motie. Dat u inderdaad ook aangaf dat de verordening zoals die voor ligt, want daar hebben we het natuurlijk over, hè, dat die al een aardig wat handvatten biedt om inderdaad maatwerk te gaan leveren. Dus in die zin is het ook zo dat ik nog een keer wil onderstrepen dat we binnen de gemeente Twenterand al een behoorlijk arsenaal aan instrumenten, want zo wil ik ook deze toets duiden, een behoorlijk aantal instrumenten inzetten om zoveel mogelijk maatwerk te kunnen verstrekken. Nou, deze inleiding geeft al een beetje aan dat we bezig zijn, niet alleen hier lokaal, maar ook subregionaal en zelfs regionaal. We zijn bezig te werken, daar heeft u kennis van kunnen nemen, maar een nieuw inkoopmodel. We kijken ook hoe we met zorgaanbieders, hoe we daar op, met andere manieren van werken, de dienstverlening en de zorg en de begeleiding nog op een hoger pijl kunnen trekken met elkaar. En er horen een veelheid aan instrumenten bij. Er hoort een toets bij, er hoort maatwerk bij, er hoort een wet- en regelgeving bij. Maar er hoort bijvoorbeeld ook contracten die je afsluit, meerjarencontracten kunnen weer voordelen opleveren om het werk wat je inkoopt op een andere manier vorm te geven. Kortom, een breed instrumentenpalet of gereedschappalet, hoe je het ook wilt bekijken, om te komen tot. Ik zie dan ook de motie als zodanig dat we zeggen van nou, zou het niet goed zijn om te kijken of er nog een instrument aan toegevoegd kan worden. Nou, vanuit dat perspectief zou het een beetje vreemd zijn als nu deze wethouder zou zeggen van nou, laten we dat nou vooral maar eens niet gaan doen. Want op het moment dat iets een kans biedt om iets te verbeteren, dan moet je in ieder geval de bereidheid hebben. En die heb ik dus, daar loop ik al vooruit, om te gaan kijken en te onderzoeken
Of, en zo ja, we daar als gemeente Twenterand op een goede manier gebruik van zouden kunnen maken. Dus in die zin is de eerste motie, hoe zeg ik dat nu goed, voorzitter? Ik ga hem niet overnemen, maar ik vind het college kan zich wel vinden in de strekking van deze motie. Is het ondersteuning van uw beleid? Misschien wel. Ja, het is altijd een beetje zoekend. Het was altijd vroeger misschien heel makkelijk om iets te gaan overnemen. Maar dat gaan we niet meer doen in deze raad. Dus ik kijk of er ook behoefte is aan een tweede termijn. Ja, de heer Van der Kozijnen. Ja. Ja, ik ga gewoon, anders sla ik weer iemand over. Dat wil ik ook niet op mijn geweten hebben. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, portefeuillehouder, voor de beantwoording. We waren eerst van plan om deze motie niet mede in te dienen. Omdat we een beetje verrast waren, omdat we toch in de afgelopen periode veel beleidstukken voorbij hebben zien komen, waar maatwerk het toverwoord was. En waar we dus eigenlijk gaan kijken naar de hulpbehoeften. En via wijkteams en via multidisciplinaire teams, noem ze allemaal maar op. En toen dacht ik van, ja, maar volgens mij zijn we dat allemaal al aan het doen. Toen dacht ik van, volgens mij is deze motie dus eigenlijk overdadig. Maar de beantwoording van de portefeuillehouder dat hij dit als een aanvulling ziet. Ja, wie ben ik dan om te zeggen van, nou, dan steunen we hem niet. Kijk, en dus, nou, dit vind ik dus eigenlijk wat dat betreft een goed debat. Ik ben overtuigd, dus ik wil hem wel steunen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Reusken. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Sympathieke motie. Tegelijkertijd gaan wij hem niet steunen. En wel om de volgende redenen. Omdat ik denk dat ook in de beantwoording van de wethouder al aangegeven is dat daar al heel erg veel gebeurt. En op die manier ook al heel erg veel gewerkt wordt. En ik het eigenlijk een overbodige motie vind. En ook vind dat het bij de uitvoering het thuis hoort. Ik zou veel liever het debat wat nu plaatsvindt thuis vinden horen in een klankbordgroep die we daarvoor hebben ingesteld. En daar dat debat met elkaar voeren en kijken hoe dat gaat. Want daar vind ik hem thuis horen en niet op dit moment hier. En dat is de reden waarom wij hem niet zullen steunen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan kijk ik verder de gemeentebelangen Twenterand, de heer Paters, aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. Op het eerste gezicht zeggen ook wij een sympathieke motie. Want je moet er alles uithalen wat erin zit. Tegelijkertijd zeggen wij, en dat hebben wij volgens mij in al onze verkiezingsprogramma's tot nu toe geschreven, dat het de gedachte moet zijn ja mits in plaats van nee tenzij. En die werkwijze die is er voor een deel ook al. En, dus in die zin vragen we ons af, is die dan niet overbodig? Ik ben het eens met wat collega Reusken zo even zegt. We hebben al een hele hoop instrumenten. En wij zijn een beetje bang dat dit wat te veel van het goede wordt. En dat je eerst eens zou moeten onderzoeken of dit meerwaarde kan bieden voor Twenterand, ja of nee. Zo het nog niet gebeurt. En dat is de reden dat wij op dit moment zeggen van nou, we hebben andere gremia waarin we dit kunnen bespreken. Daar hoort het wat ons betreft thuis. En dan zien wij graag hoe dat zijn uitwerking gaat krijgen. En om die reden zullen ook wij op dit moment deze motie niet steunen. Dank u wel. Dank u wel. Ik kijk naar de linkerkant. Mevrouw Uitslag, aan u het woord. Maar voor mij de rechtermicrofoon, links is de interruptiemicrofoon. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Dank aan de wethouder voor de beantwoording van en ja, toch ook wel, ik mag het niet zeggen, maar toch wel ook wel een steun voor onze motie. Even naar collega Reusken toe. Ik snap uw beweegredenen. En ik denk ook dat het heel goed is dat wanneer het is onderzocht of het wenselijk is en eventueel, dat we dat ook inderdaad in de klankbordgroep met elkaar ook nog eens bespreken. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Er zijn geen vragen aan de wethouder gesteld. Ik kijk nog de raad rond of iedereen aan het woord gekomen is. Dan sluit ik de bespreking en ga ik over tot de stemming. Eerst ga ik over tot de stemming over de verordening beleidsregels en besluit maatschappelijke ondersteuning 2018. Wil iemand een stemverklaring afleggen? Wil iemand stemming? Dan is dit voorstel unaniem aangenomen. Dan ga ik naar de motie, de omgekeerde toets in het sociaal domein. Wil iemand stemverklaring? Wil iemand stemming? Ja, uiteraard. Wie is voor deze motie?
Dat is het CDA, dat is ChristenUnie, de SGP, fractie Laarman, VVD, D66. Wie is tegen? De Partij van de Arbeid, fractie en de fractie van Gemeentebelangen, Twenterand. Deze motie is aangenomen. Dan heb ik nog, voordat ik tot een heel belangrijk onderwerp van deze avond kom, nog het onderwerp begraafrechten. En er wordt nu een tekst uitgedeeld. Daar moeten we wel over stemmen. En die tekst luidt: de verordening begraafrechten gemeente Twenterand 2017 en de bijbehorende ongewijzigde tarieventabel blijft van toepassing. Totdat er een nieuwe is vastgesteld door uw raad. Dus daar moeten wij nog over besluiten. Het stond op de akkoordagenda. Ik ben nu een beetje aan het manipuleren, maar dat mag. Zo laat op de avond. Het is 10:30, hè? We hebben het keurig gedaan. Maar ik wil wel even hebben dat u allemaal de tekst voor u heeft waar we over gaan besluiten. Hij stond ook wel in die andere tekst, maar nou, wat versluierd. Dus toch goed om dat even heel helder te hebben. Het is heel stil. De heer Harmsen heeft ook de vergadering moeten verlaten vanwege andere verplichtingen. Dus meld het maar. Dan gaan wij over tot stemming. Wie wil een stemverklaring? Wie wil stemming? Dan ook, is ook dit voorstel unaniem aangenomen. Ik sluit dit gedeelte van de vergadering, maar we zijn nog niet klaar. En ik ga zelf... Goed, nu is dan toch het moment aangekomen. Meneer Walraven, fractievoorzitter, gemeenteraadslid. Ik noemde u vanavond al wethouder, maar ja, in zo'n raad moet het gewoon kunnen dat je soms als voorzitter fouten maakt. Worden allemaal door u geaccepteerd. Daar ben ik u heel dankbaar voor. Ja, bleke gezichten. Vergadermoeheid. Stress. Ongetwijfeld had u zo'n opening niet zien aankomen. Maar het zegt wel iets over het raadslidmaatschap. Zo schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau een paar weken geleden op basis van een enquête onder 104 griffiers. Daaruit blijkt dat raadsleden overal in Nederland tijd tekort komen om hun werk goed te kunnen doen. We hebben vanavond gezien wat een bestemmingsplan buitengebied, hoe groot dat is. En hoeveel ook op u als raad, hoeveel op u afkomt. Maar, meneer Walraven, fractievoorzitter, gemeenteraadslid, na ruim 7 jaar neemt u afscheid als raadslid en fractievoorzitter van de VVD in de gemeente Twenterand. Hoewel ik hier nog maar relatief kort ben, heb ik u leren kennen als een raadslid dat veel tijd stak in het raadswerk. En dat is bewonderingswaardig. Dossiers lezen, vergaderen, maar ook aanwezig zijn bij evenementen in de samenleving. U deed het altijd met veel enthousiasme en daarvoor wil ik u danken. U heeft zitting gehad in diverse raadswerkgroepen en klankbordgroepen. Zo heeft u zich ook bezig gehouden met het aanbestedingsbeleid en de algemeen plaatselijke verordening. Maar ook drugsproblematiek en participatie lagen u na aan het hart. En tenslotte natuurlijk ook het sociaal domein en het zwembad. Ik kan het niet laten. U was en zult waarschijnlijk, hetzij wat meer op de achtergrond, betrokken blijven bij de politiek in het mooie Twenterand. U was een raadslid waar mensen niet omheen konden. Zocht. Ik laat even aan u over op welke wijze u dat invult. Zocht op ludieke wijze de publiciteit. Maar u bent ook een man van daden. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit uw fietstocht naar Sint-Petersburg ten tijde van het Nederland-Ruslandjaar. Denk je in. Helemaal naar Rusland. De wereld van social media is u niet vreemd. Twitter, maar ook van blogs maakt u regelmatig gebruik om een onderwerp aan de kaak te stellen. Vanaf begin 2014 tot aan heden heeft u ook ondersteuning gegeven aan het project waarin kinderen bezig gaan met democratie in hun eigen stad. Kortom, u was een raadslid dat zeer actief was in
en buiten het gemeentehuis. Menig raadslid komt niet verder dan die ene ambtstermijn. Het verloop onder raadsleden is groot, mede door de werkdruk. Raadsleden worden geacht hun politieke werk te combineren met een betaalde baan of andere maatschappelijke activiteiten, zodat ze midden in de samenleving blijven staan. Het raadswerk wordt daarom niet rijkelijk beloond, vooral in de kleinere gemeenten niet. Raadsleden, let op, besteden per week gemiddeld 15,9, afgerond 16 uur per week aan hun politieke werk, bleek uit een onderzoek van 2014. Fractievoorzitter de heer Walraven, mag ik u vragen naar voren te komen? En graag overhandig ik u namens Twenterand een boeket bloemen en de bronzen penning. En nogmaals dank voor alles en het ga u goed. En nu moet ik geholpen worden. Dat begrijpt u wel. Ik moet de penning aan de ene kant krijgen en het boeket bloemen aan de andere kant. Ja, dat hoort er wel bij, hè? Ik begin met de penning van de gemeente Twenterand. En ik wil u heel erg danken voor alles wat u gedaan heeft voor onze mooie gemeente. Want daar zijn we met elkaar trots op. Okay. Alsjeblieft. Dank u wel. Alsjeblieft. Dank u wel. Deze bloemen. Heel erg bedankt. Dan krijgt nu de nestor van de raad het woord, de heer Veurink. Aan u het woord. Voorzitter, leden van de raad, college en verder aanwezigen, maar in het bijzonder Chris Walraven en zijn vrouw. En verder familie eventueel en ook de VVD-fractie, steunfractie is ook aanwezig. Het is nu dan zover. Iets wat al lang bekend was, gaat vanavond in vervulling. Alhoewel Chris wel weer een zet heeft gedaan. Hij neemt vanavond afscheid, maar niet heus. Want zijn opvolger heeft al voornemen om op 6 februari 2018 te beginnen als raadslid. En totdat de opvolger beëdigd is, blijft de aftredende namelijk in functie. Wat precies de bedoeling van deze zet van Chris is, dat laat zich raden. Ja, Chris, nu is het dan zover. Je kwam wat later, 8 geleden, en je gaat wat eerder weg. Dus de 8 maak je net niet vol. Jouw afscheidsreden heb je al rondgestuurd. Dat kwam doordat je op de verkeerde knop van de computer drukte. Ja, dat kan gebeuren. Ja, en dan kun je het niet afvutsen om het weer terug te halen. Ik hoorde trouwens dat het een lijvig stuk is voor de fractievoorzitters en anderen. Niet voor iedereen hoor. Namelijk 500 pagina's met de politiek van Chris. En dat is lang niet mis. Net noemde ik even het fietsen. Nou, dat kun je heel goed. Helemaal naar Sint-Petersburg. En ja, Chris, dat was lang niet mis. Maar wat daar allemaal gebeurd is, dat weten de meesten niet. En dat zal ook wel zo blijven. Of misschien staat het in het dikke boek. Dus lezers van het boek, ga op zoek. Chris, bijna 8 ben je volksvertegenwoordiger geweest. Je moest het in je eentje doen. Ik bedoel je geen auto hoor. Maar dat lijkt onwaarschijnlijk. Maar dat vond je ook wel makkelijk. Al sprak je dan vaak van ik en mijn fractie. Je hebt op verschillende wijzen de gemeente gediend met je kwaliteiten. Ook tijdens een zakencollege. Toen waren er politieke zaken in orde waar je achter stond. Daarna kwam er een ander college waar je met verve op zijn tijd oppositie tegenvoerde. Wat mij zelf alleen deed verzuchten. Die Chris is als een blad als een bom omgedraaid. Maar vanuit jouw idealen streef je goede voor de burger na. Chris, het is zoals het is. Het was lang niet mis. Geniet van de vrije tijd met vrouw en verder familie. Bedankt voor datgene wat je gedaan hebt voor volle inzet voor onze mooie gemeente Twenterand. Mag je nu eerst naar voren komen, maar ook je vrouw. Ja, Chris, je hebt net een bos bloemen gekregen, maar het is te veel om 2 bloemen in ontvang te nemen. Dus deze is echt voor Rico, hoor. Ja. Alsjeblieft. Ja, nou ja, zeker meneer Walraven. U krijgt uiteraard het woord. U bent nog niet de laatste van deze avond, maar u krijgt nu wel ruimschoots het woord. Aan u het woord.
Voorzitter, Nestor, collega's, collegeleden, mensen op de publieke tribune en kijkers thuis. Tja, voorzitter en Nestor, wat een mooie woorden. En wat moet ik daar nu mee? Ik ben namelijk echt niet altijd zo lief en aardig geweest. Ik ben lastig geweest. Ik heb gedramd. En ik ben daarbij ook wel eens over het randje gegaan. Maar het was ook niet makkelijk om in Twenterand het liberale geluid over het voetlicht te brengen. Het voelde soms wel eens aan als het trekken aan een dood paard. Ik heb getracht duidelijk te zijn en heb mijn ongenoegen over politieke ontwikkelingen altijd in het openbaar naar buiten gebracht. En daarbij geen blad voor mijn mond genomen. Ik heb in ieder van u daarbij echter wel recht in de ogen gekeken en nooit verstoppertje gespeeld. Het ging mij ook niet om personen, want een debat voer je op basis van de inhoud. Dat je echter met deze manier van optreden niet alleen maar vrienden maakt, is een feit. Maar als je in de politiek een duidelijke mening hebt, is het een illusie om te denken dat je daarbij alleen maar vrienden maakt. Sterker nog, als je met iedereen vrienden wil blijven, hoor je naar mijn mening niet in de politiek thuis. Overigens is het begrip vrienden binnen de politiek natuurlijk heel relatief. In dit kader heb ik met een aantal van u nog wat rekeningen te vereffenen. En nee, collega Kerkdijk, u hoort er deze keer niet bij. Tegen deze collega's wil ik zeggen, vanavond is jullie laatste kans. Anders staat morgen de deurwaarder bij jullie op de stoep. Ik moet een voorbehoud maken. Een van mijn collega's heeft voor de vergadering twee flessen neergezet en een envelop aangeboden die ik nog niet opengemaakt heb. Maar mocht u, collega, aan uw verplichtingen voldaan hebben, dan komt er geen deurwaarder. Dit is mijn laatste raadsvergadering als raadslid van de VVD in de gemeente Twenterand. En ik heb mijn controlerende taken als raadslid met heel veel plezier uitgevoerd en heb ieder debat met zeer veel genoegen gevoerd. Ik voelde mij als een vis in het water. Ik dank de kiezers voor het vertrouwen dat ze in mij hebben gesteld, zodat ik dit ook heb mogen doen. Ik dank mijn steunfractie voor het meedenken. Ik dank de drie colleges en de drie burgemeesters waar ik mee te maken heb gehad. Ik dank de Griffie voor de ondersteuning en de ambtenaren voor het geduld met mij. Ik dank ook de bodes voor de hele goede verzorging. Een speciaal woord van dank richting de media is op zijn plaats. Onze relatie is altijd goed geweest en cruciaal om je politieke standpunten te communiceren. Zonder ook maar één uitzondering dank ik al mijn collega-raadsleden voor de manier waarop wij met elkaar zijn omgegaan en hebben gedebatteerd. Al was het dan met de een wat betere verhouding dan met de ander. Dat we na afloop van een raadsvergadering met een vast groepje meestal het licht in de gang uitdeden in dit huis, zal ik zeker gaan missen. Ik heb er allemaal echt van genoten, maar er ook heel veel van geleerd. In mijn hart zou ik ook zeker nog wel een periode willen doorgaan. Maar gelukkig heeft mijn verstand de doorslag gegeven. U heeft zich wel eens afgevraagd of de man wel verstand zou hebben? Ja. Dit soort beslissingen neem je ook niet vanuit je hart of emotie, maar echt met je verstand. Dat dit mijn laatste raadsvergadering als raadslid zou worden, is mijn eigen beslissing. En dat besluit heb ik in augustus 2016 al samen met mijn steunfractie gemaakt. Voor alle duidelijkheid, dit besluit heeft niets met mijn leeftijd te maken, maar alles met het vertrouwen dat ik in mijn opvolger Erik Kobus en het kernteam van de VVD Twenterand, gevormd door Reiner Berends en Corné van het Laar, heb. Leeftijd is overigens slechts een getal. En dat zullen de collega's, Albert Engels is er niet, maar Henk Veuring wel, kunnen beamen. Voorzitter, ik ben bijna aan het eind hoor.
niet van mijn Latijn, maar van dit verhaal. Mijn partij, maar ook Twenteland, is in de komende bestuursperiode toe aan een andere politieke rol. Want wij kunnen in Twenteland beslist wel enige liberale inbreng gebruiken. Het deed mij overigens bijzonder veel genoegen, en ik moet u bekennen, het was best ook een beetje emotioneel, om te zien dat vrijwel iedereen vanavond met een brok in de keel zat. Al was het dan een hamerbrok. Voorzitter, ik sluit af. Het was mij een eer, maar vooral een heel groot genoegen met u allen te mogen samenwerken in het belang van de inwoners van Twenteland. Het gaat u goed. En wie weet waar en hoe we elkaar nog eens tegenkomen. Ik dank u wel. Ik wil u danken, uiteraard namens alle aanwezigen, voor uw woorden. Het is, ik sluit nog niet af deze vergadering. Na deze vergadering is nog genoeg gelegenheid om u en uw vrouw de hand te schudden, om afscheid te nemen en om nog wat woorden met elkaar te spreken. Maar voordat ik aan het eind van deze vergadering ben gekomen, wil ik eerst nogmaals de Nestor, de heer Veurink, het woord geven. Aan u het woord. Dank u, voorzitter. Geachte aanwezigen, allemaal. Als Nestor van de Raad wil ik allen hier aanwezig en de luisteraars gezegende kerstdagen toewensen en een goede jaarwisseling en een gezond en gelukkig 2018. En dat we in het nieuwe jaar met frisse moed de taak die ons wacht mogen uitvoeren. En dat als het begin van een heel spannend jaar op allerlei gebieden. Ik wens jullie het allerbeste. Dank u wel. Ik wil me daar als uw voorzitter bij aansluiten. En we beseffen ook, zoals we hier zitten, dat we mooie dagen tegemoet gaan, maar dat in sommige gezinnen het ook heel moeilijk zal zijn. Zal ik dat ook maar op deze manier onder woorden brengen? Dan weet iedereen waar ik het over heb. En ik denk ook dat we daar waar het moeilijk is, in onze vrienden, familie of collega-kring, dat we daar ook aandacht aan moeten blijven schenken. En we wensen ook iedereen ook heel veel sterkte toe. Ik sluit de vergadering.